Goedenavond, dames en heren. We zijn er weer. De stad leeft. U ziet het. En dat is maar goed ook, want wij leven er ook. En dat is wel zo gezellig. Welkom in het kenniscafé van maart. Het is maart. Het is gek genoeg de tweede maandag van de maand. Normaal zitten we altijd op de derde. Maar er waren hogere machten die dit hebben bepaald. En ik ben blij dat u er bent natuurlijk. We hebben, omdat het lente is of wordt, of nou, vandaag leek het er wel op, bedacht dat wij vandaag eens over de natuur moeten hebben. Die best zin heeft om weer te beginnen, zag ik vandaag zo links en rechts. En dan, omdat we in de stad zijn, dan maar meteen de stadsnatuur. Daar gaan we het vanavond over hebben met een reeks gasten. Ik zal ze straks aan u voorstellen. We zijn hier in het kenniscafé van natuurlijk de Bali zelf, van Science Center Nemo, van de KNAW, de Academie van Wetenschappen, en van de Volkskrant. En omdat het café heet, is er ook een bar. Niet onbelangrijk natuurlijk. Dat is in dit geval een zelfbedieningsbar en wij vertrouwen enorm op uw, laten we zeggen, eerlijke benadering van dit verschijnsel, zelfbedieningsbar. Dus u kunt afrekenen bij uzelf, zou je kunnen zeggen, en daar af en toe iets nemen. Het is ervoor om te gebruiken. Even kijken, we zitten hier bij elkaar om te praten, ook met elkaar. Ik vind het altijd fijn als het publiek meedoet. En dat betekent dat, mochten er vragen zijn, opmerkingen, dan laat u dat weten. Wacht dan even tot de microfoon erbij is. Dan kunnen we het hier allemaal horen en bovendien kunnen we het dan ook elders horen, want deze avond wordt ook op internet gestreamd. Ik kan natuurlijk het flauwe grapje maken dat als u gezocht wordt, dat u misschien dan niet op die stream wil. Maar volgens mij is dat al zo'n oud grapje en is er nog nooit iemand weggelopen, dus laten we dat maar niet doen. Goed, ik heb nog één huishoudelijke mededeling. Wij hadden op het programma staan Niels de Zwarte van bureau Stadsnatuur in Rotterdam. Door omstandigheden kon hij niet komen, maar zijn collega André de Baardemaker vervangt hem en daar zijn we natuurlijk ontzettend blij om. Goed, dat ter inleiding. Ik zou eigenlijk willen weten wie u bent. Ik ben Martijn van Kalmthout van de Volkskrant. Maar wie bent u? Mag ik even wat zaallicht? Wie woont er in de stad? Bijna iedereen. Wie woont er niet in de stad dan? Ja, dat zie je toch een paar. Nou, welkom in de stad ook. Wie ziet er een boom vanuit zijn woonkamer? Wauw, bijna iedereen. Oké, wie heeft er een tuin? Ja, wie heeft er een verrekijker? Allemaal? Oké, wie kijkt dan met die verrekijker naar vogeltjes? Ja. Ik ga niet vragen waar u verder naar kijkt. Wie telt er vogels op vogelteldag? Ah, kijk, we hebben een onderscheid kunnen maken ergens. En wie heeft er niks met vogeltjes? Die zijn er ook. Wie heeft er niks met vogeltjes? Herkansing? Nee? Oké. Ik concludeer zomaar uit mijn blote hoofd dat u geïnteresseerd bent in de natuur en dat u in uw omgeving daar ook best wat van ziet, zo links en rechts, en dat het merendeel van u in de stad woont. Wel nu, waar gaan we het over hebben? Hoezo leeft de stad eigenlijk? Leeft die misschien meer dan voorheen?
Heeft die natuur hetzelfde idee over ons, dat wij ook natuur zijn? Zijn wij raar? Hebben wij last van de natuur? Heeft de natuur last van ons? Kortom, vragen erover. We gaan het straks allemaal bespreken. En daarvoor zal ik dan de gasten hier op het podium halen. Om te beginnen zou ik willen vragen mijn collega Maarten Keulemans. Maarten Keulemans, vaste columnist, die even een robbertje stadsnatuur met u wil doornemen. Maarten Keulemans. Goedenavond, even kijken of mijn microfoon het doet. Ja, hij doet het, geweldig. Dames en heren, op een goede steenworp afstand van mijn huis, waar de gebouwen van Leiden plaatsmaken voor landerijen en de Rijn kalmpjes naar de kust stroomt, is sinds enige tijd een heel nieuw stuk stad bezig te verrijzen. Een bouwproject dat de strijdvaardige naam Rijnfront draagt. U kent dat soort bouwprojecten wel. En als regioverslaggever voor het Leids Dagblad heb ik er ooit mijn vingers blauw over geschreven. U kent het wel, de VVD wilde een villawijk, de PvdA wilde goedkope huurwoningen en intussen dreigde er een volksopstand. Schande dat ze het laatste stukje natuur langs de Rijn nou ook nog eens gaan volbouwen. Maar de projectontwikkelaars wonnen en nu happen de betonskeletten er als haaientanden naar de wolken. Verderop, u ziet ze hier, verderop is de wijk al af en verwijzen de naambordjes pesterig naar wat het hier dus vooral niet is. Waterbospark, Rietlandplein, Vogelplaats. Ja, wacht eens, een stukje verderop ligt het landschap er nog bij zoals het voorheen was. Het is aardig om ook daar eens te gaan kijken. Ongerepte natuur. Wel nee, sta je daar opeens te koekeloeren naar een bord van Orvi verpakte orchideeën BV. Met daarachter broeikassen, zover het oog reikt. Hier heb je hem. Daarnaast vind je nog een uitgeleefd akkertje met meurende stukken vuilnis erop. Is dit nou het idyllische natuurlandschap waarover iedereen zich destijds zo druk heeft gemaakt? Of was men weer eens een hersenspinsel aan het najagen? Een weelderig natuurlandschap dat hier helemaal niet bestaat. Ook aardig, kijk nog eens wat beter rond in het gebied waar die verstedelijking heeft toegeslagen. All quiet on the Rijnfront, zou ik haast zeggen. Ik zag er uitgestrekte wetlands, weelderige bossages en ruigtes. Landerijen waar je zelf fruit kunt plukken. Meanderende sloten en ik verzin het niet. Ik kwam er zelfs een paar vogelaars tegen die zich vergaapten aan een of andere vogel die hier al anderhalve eeuw niet meer was gezien. Kijkt u maar eens naar die foto's hier achter me. Dit is de bebouwde kom anno 2016, de stad. Kijk, dat stemt me toch wel hoopvol. Ons ingesleten cultuurpessimisme geeft ons in dat er zoiets bestaat als de oprukkende, gemene stad aan de ene kant en de zielige, verdrukte natuur aan de andere kant. Maar in werkelijkheid hebben al die natuurbeleidsplannen, milieueffectrapportages, natuurcompensatiemaatregelen, bomenkapverordeningen, milieustructuurvisies en Natura 2000 gemandateerde ecologische hoofdroutes natuurlijk wel degelijk effect. Leven dus het bouwplan. Leven de urbanisatie. Laat rollen die bulldozers. Zwengel aan die hijskraan. Laat heipalen dreunen en betonmolens zingen. Niets zo goed voor de natuur als een mooie, verse nieuwbouwwijk. Vol mensen die daar alleen maar willen wonen als er verderop een authentiek moeras wordt aangelegd. Of een oerbos vol wilde paarden. De natuur en de stad leven al lang in harmonie met elkaar. Je moet het alleen wel willen zien. Bedankt. Dankjewel Maarten. Leiden, zei je toch? Leiden. Oké, okay, nou, gaat dat zien. En je was echt op expeditie gegaan met je fototoestel, zag ik ook. Leiden-Oestgeest. Oké. Okay. Goed, voor de liefhebbers. Nou, zeer bedankt. We gaan naar de gesprekken, want die kunnen niet wachten wat mij betreft. Ik vraag eerst even iedereen op het podium, dan wordt het tenminste lekker gezellig vol hier. En dan stel ik daarna iedereen voor. André de Baardemaker. Ik zie hem niet, maar dat is André de Baardemaker, dames en heren. Anneke Blokker, daar ben jij, ja.
Hans Slabbekoorn. En Siska Veen. Oké. Goed, een hele rij natuurkennis, zou je kunnen zeggen, op het podium. Dat is mooi, al was het maar omdat ik er wel van hou, maar er weinig van af weet. En hoop te leren vanavond als stadsbewoner, annex, natuurliefhebber. André de Baardemaker, ja. Welkom uit Rotterdam van Bureau Stadsnatuur in Rotterdam. Correct, ja. Wat is een Bureau Stadsnatuur in Rotterdam? Een Bureau Stadsnatuur is eigenlijk de onderzoeksafdeling van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Ja. Wij houden ons bezig met stadsecologie in een zeer brede zin van het woord. En niet alleen in Rotterdam, maar in eigenlijk heel de Randstad. En doen wij op verzoek onderzoek aan de ecologie bij u in de achtertuin. Dat is eigenlijk wat wij doen. En dat zijn meestal gemeentes en bedrijven die eigenlijk iets willen ontwikkelen waar natuurwetgeving bij komt kijken. Maar daarnaast vinden we natuurlijk ook, omdat wij vanuit het Natuurhistorisch Museum ook wel een educatieve achtergrond hebben, het goed om alles wat wij aan informatie verzamelen, dat ook wat ontsluiten voor het brede publiek en voor iedereen die iets wil weten over natuur, met name in de stad. Ja, maar je noemde mijn achtertuin. Ja. Die ken je natuurlijk verder niet. Nee, maar nee. Wat zou je aan mijn achtertuin kunnen bijdragen dan wel daarover te melden hebben? Nou, we hebben wel projecten ook opgezet waarbij de stadsbewoner dus heel nadrukkelijk werd uitgenodigd om bij ons langs te komen om kennis te nemen van wat er leeft er allemaal in de stad. We gaven die mensen ook een cursus en vervolgens sturen we die mensen dan weer terug naar huis en erop uit. Ga naar buiten en ga inventariseren welke vlinders zitten er in de tuin, welke vogels zingen er in de straat, maar ook waterplanten. Bijvoorbeeld zijn mensen zelfs met vleermuisdetectors in de weer geweest. En die gegevens verzamelden wij allemaal en dat levert juist een hele grote bron aan informatie die ook weer breder ontsloten kan worden, bijvoorbeeld voor de gemeente. Ja, ja, ja. Want op die manier krijg je ook een beeld van wat er dan in die stad leeft. Ja, dus ik ben maar zeer zelden bij mensen zelf in de tuin geweest. Meestal vroeg ik de mensen om zelf te kijken, maar dan helpen we ze wel met te herkennen. Wat zit daar nu eigenlijk precies? Ja. En wat kun je ermee? Dat mes snijdt natuurlijk aan meerdere kanten. Want aan de ene kant, wij komen vrij goedkoop aan veel informatie. Dat is natuurlijk voor ons de winst. Ja. Anderzijds, mensen komen ook in aanraking met natuur in hun eigen leefomgeving. En leren dat ook te ontdekken en te waarderen. En dat is eigenlijk de winst die erin zit natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik hoorde een mooi verhaal over jullie werk. Jullie moesten ergens vleermuizen tellen. Met een of andere detector stond je op een plek waar de omwonenden naar je toe kwamen en zeiden: ach meneer, hier hoeft u geen vleermuizen te tellen, want die zijn er niet. En toen had je er geloof ik al 80 op de detector staan. Ja, dat is juist. Ja. wij lopen natuurlijk vaak 's nachts rond met vleermuisdetectors vleermuisonderzoek te doen. En lopen er natuurlijk allemaal kerels met afritsbroeken en donkere mutsjes in het donker door een steegje. En dan vragen de mensen zich al snel af, wat gebeurt hier eigenlijk? En vaak komen mensen verhaal halen. En wij stonden bij een hele grote galerijflat, stonden we aan weerskanten opgesteld. Omdat we wisten dat hier ergens in de buurt een grote kolonie dwergvleermuizen in een gebouw moest zitten. Ja. En inderdaad kwamen één voor één de vleermuizen uit de open stootvoegjes van het gebouw vliegen. En een bewoner sprak ons aan: wat bent u hier aan het doen? En nou, ze onderzoeken de vleermuizen, mevrouw. En ze zei: nou, daar heb ik echt nog nooit een vleermuis gezien. Ik woon hier al 25 jaar. En toen zei ik: nou, we zijn al bij nummer 80. En het is nog niet klaar. En even later zag ze zelf ook voorbij komen. Dus we hebben er meteen een heel college kunnen geven. Maar in die zin weten stadsbewoners waarschijnlijk helemaal niet op wat voor een plek ze wonen. Vaak niet. Nee. Dat is zo. En het is ook wel op zijn minst leuk om dat aan ze te vertellen. Ja, dat is een openbaring voor veel mensen. En het levert ook veel. Als je dan op die manier met een andere bril naar je eigen leefomgeving kijkt, dan wordt het ook veel leuker om over straat te gaan of in je tuin te zitten of 's avonds op je balkonnetje. En dan zie je plantjes en diertjes ook leven als je buren eigenlijk. Ja. En dat is een stukje gezelliger. Wat is je eigen achtergrond eigenlijk? Ben je bioloog? Ik ben eigenlijk. Hoe word je wat je bent? Hoe word je wat je bent? ik heb veel collega's die biologie gestudeerd hebben. Zelf ben ik biologieleraar geweest. Aha. Dus ik heb voor de klas gestaan. En daarnaast ben ik eigenlijk altijd nog wel met verrekijkers en vogeltjes in de weer geweest. En zodoende daarmee in aanraking gekomen. Een natuurkenner en liefhebber. Ja, absoluut. Ja. Ja. Zelf een tuin? Ik heb een vrij groot stuk grond om mijn huis dat ik niet mijn tuin mag noemen, maar dat ik wel zelf zodanig ervaar. Ja.
Je woont aan een park, bedoel je dat? Ja, nou ja, het is, het heeft daar vroeger een woonwijk gestaan, dus het, is, het was allemaal braak en nu is het veel gazon met wat bomen. Ja, ja, ja. En er staat nog één huis en dat is waar ik zit. Ja. En daar woont een natuurliefhebber. Precies. Anneke Blokker, nog een natuurliefhebber. Ja, mooi. Eigenlijk een collega van André, maar dan in Amsterdam. Ja. Hoe heet jullie bureau? Ik werk voor de gemeente zelf. Voor de gemeente zelf? Ja, ik werk voor Ruimte en Duurzaamheid, wat voorheen Dienst Ruimtelijke Ordening heette. Ja. Dus ik zit echt direct tussen de stedenbouwkundigen en de planologen en de landschapsarchitecten. Wat ik zelf ook wel een groot voordeel vind, want dan zit je vaak ook in een vroegtijdig stadium aan de tekentafel. Bijvoorbeeld Eiburg, daar was ik nog niet bij betrokken, maar collega's van mij wel. Misschien Martin Melgers. Kennen de meeste mensen wel in Amsterdam. De man van de ringslangen. Exact, ja. Ja, een die zag altijd overal ringslangen. Ja. Ja, ja. Ja, ik heb nog wel ervaring met Martin dat we ergens koffie gingen drinken en dat hij in zijn fiets... Volgens mij heb ik nog een ringslang in mijn fietstas zitten. Oh god. Dus de natuur wordt ook zodanig verplaatst door de stad, door de ecologen. Dat was waar? Dat was waar, ja. Dat zijn geen geintjes. Waarom? Even gewoon... Terzijde hoor, maar waarom heeft iemand een ringslang in zijn fietstas? Nou, die ringslang die moest beroemd worden voor filmopname, want Martin heeft ook film gemaakt, Some Wildlife. Dus daarvoor maakt hij opnames zoals met ringslangen en even uit het wild geplukt, weer uitgezet en eventjes uit de natuur geleend. Dat doen ecologen ook wel eens. Ja, want... geheel verantwoorde zaken zijn dat hoor. Je noemt of je bent stadsecoloog. Ja, ja. Dus ik doe deels... Wat mijn collega in Rotterdam ook doet. Voor een fauna-wet gerelateerd onderzoek. Ook als er ergens iets wordt gesloopt of gerenoveerd of groen wordt verwijderd. Dan kijk ik of daar beschermde beesten voorkomen. Dat kunnen ringslangen zijn. Maar ook vleermuizen en vogels, planten. Dus ik ga ook wel eens om 3 uur 's nachts mijn bed uit. Het leven van een stadsecoloog kan ook heel zwaar zijn. Oh. Ja. Oké, okay, nou we leven met je mee hoor. Nou, dat voelt goed. Je hebt ook meegeschreven aan een boek. Het Amsterdamse beestenboek heet het ja, zo. Klopt. Dat gaat over, neem ik aan, niet alleen maar de kat en de hond van de Amsterdammer, maar alle andere dieren die ook in de stad leven. Ja, over wilde dieren zoals wij dat zien. En die zijn dan die 60 beesten. Het gaat over de 60 leukste beesten van Amsterdam. Die zijn door onze ballotagecommissie heen gekomen van onder andere Remco Daalder en Geert Timmermans. Ja. En wij geven daarin aan waar komen die beesten voor, vossen, zeehonden, wanneer kan ik ze zien, in welke delen van de stad. Het moet eigenlijk de stad een stukje leuker maken voor de bewoners in de stad. Van, het is eigenlijk vaak om de hoek, waar zit die ijsvogel precies en hoe ziet die grote bonte specht er nou precies uit. En dat zijn ook dingen die wij vaak proberen te vertellen aan bewoners van de stad. Dit is zo'n bedlogger project met die kast die we dus ook... laten hoppen, zo'n kastje die vleermuizen dus 's nachts opneemt. Dat hebben wij gewoon gekopieerd van Rotterdam. Maar dat is een hartstikke leuk project, want je betrekt bewoners. Ja. Hey, en 60 leukste die leukste? Nou, waar je in ieder geval een leuk verhaal over kan schrijven. Top 60, en wie is dan de leukste? Top 60. Nou, voor mij zijn dat de vleermuizen. Vleermuizen? Ja. Okay. Maar god, ik vind de bosuil ook fantastisch. Maar vleermuizen, het is zo'n soort die heel... Ja, die heeft een beetje een slecht imago door Bram Stoker wellicht. Hè, Dracula, een beetje eng gemaakt allemaal. En, terwijl ze heel nuttig zijn. Die beesten die vangen 3000 insecten per nacht, inclusief vervelende steekmuggen. Ja. En ik heb eens een keer een berekening gemaakt naar hoeveel vleermuizen komen er ongeveer voor in Amsterdam. Geëxtrapoleerd wat we weten van onderzoek. Kom ik uit op minstens 40.000 vleermuizen. En als die allemaal iedere nacht, behalve de winterslaapperiode, jagen, dan scheelt dat per Amsterdammer 19.000 insecten per jaar. 19.000? Dat is veel. Ja, de Telegraaf die nam dat klakkeloos over, dus in één klap was het hele imago van de vleermuis bijgepoetst. Dat is op zich heel gunstig. Ja. Missie geslaagd, zou je missie, zeggen. Ja, toen was mijn missie heel snel geslaagd. Oké. We gaan het straks hebben over een aantal van de beesten in Amsterdam. Die ene die je noemde, een zeehond, is dat echt waar? Dat is niet gelogen. Nee, en die kan ik zien als ik naar mijn huisje in Amsterdam-Noord vaar?
Ja, in het IJ is hij regelmatig waar. Nou, regelmatig is overdreven. Oké, het is wel een beetje de jaguar van de stad. Je moet een beetje geduld hebben en je best doen. Okay. Maar je kunt zomaar op de pont of als je naar de film gaat in IJ, je zit daar op het terras, dan kun je zomaar een... Vooral de gewone zeehond is echt in opmars. Gaat heel goed in de Waddenzee met... Een gewone zeehond en die komt via de sluizen van IJmuiden naar Amsterdam toe. Wauw. Veel voedsel. Ja. 60 soorten vissen in onze wateren. Dat is een paradijs hier. Zalm. Ja. Genoeg. Wat doen ze nog in de Waddenzee, zou je zeggen? Daarom. Ja, daarom. Dus het zijn vaak de mannetjes, de pubers, die zoals wij ook als rug met ons rugzakje op in de puberale fase naar Thailand of weet ik veel waar. Verkenning. Ja, gaan we gewoon op reis. Dat doen we ook. Ik ga even naar je buurman, Hans Slabbekorn. Goedenavond. Ja. Leiden, een echte bioloog. Jawel, die zijn er ook. In Leiden namelijk een heleboel. En in het onderzoek waar we vanavond natuurlijk ook over willen horen, hoe dat in zijn werk gaat en wat er uitkomt, is onderzoek specifiek op het gebied van geluid. Ben je expert, zou je kunnen zeggen. Ja. Geluid. Niet hoe dieren dat horen, maar ook wel hoe ze daar last van hebben. Bijvoorbeeld in hun gedrag, in hun aanpassingen. Of ja, geluid, hoe ze het horen en hoe ze het soms ook niet horen. Ja. Door ons geluid. Het malle bij zo'n onderwerp, dan denk ik toch automatisch even, hoe kom je daar nou terecht bij zo'n onderwerp? Ja, dat is gegroeid tijdens mijn carrière als bioloog. Ja. Ik ben begonnen aan apenonderzoek, plantenonderzoek en op een gegeven moment heb ik gesolliciteerd op promotieonderzoek en dat ging toevallig over geluid. Ja, ja. En, dat had iemand al bedacht. Dat had iemand bedacht en daar solliciteer je op. En dat ging over vogels, dat vond ik wel interessant. Maar natuurkunde was vroeger nooit mijn beste vak, maar nu ben ik wel echt akoesticus geworden. Ja, ja, ja. En ik heb 4 jaar lang in Oegstgeest onderzoek gedaan aan communicatie bij vogels en... Toen daarna ben ik de wereld over gegaan om in de tropen geluid te onderzoeken en in Californië geweest. En ik wilde weer terug naar Nederland en zocht een habitat waarin ik goed geluid kon onderzoeken. En dat bleek toch in Nederland de stad te zijn. Dus zo ben ik eigenlijk bij stadsakoestiek terechtgekomen. Ja. De stad heeft een eigen geluid? Ja, ik zocht naar een habitat wat je goed kon vergelijken met een natuurlijk habitat en wat ook heel anders is. Ik deed onderzoek in de tropen waar heel veel lawaai is. Minstens net zoveel als in de stad. Wat? Ja, wel. Wie maakt dat dan? Ja. Nou, ik kan je een voorbeeld om. Ik deed onderzoek tijdens mijn studie in Sumatra. En daar hadden we huisjes die stonden nou een 20 meter uit elkaar. En daar kon je naar zwaaien. Maar als het na 6 was, dan kon je niemand meer aanroepen. Dan kon je heel hard proberen te roepen. En dat kwam door de cicades en de krekels en de kikkers. Ja, ja. En dat geluid dat ze wel eigenlijk... geleidelijk aan, en dat heb je niet meer door, dat het zo hard is geworden. Hè, als je het gelijk in één keer aan zou zetten, ja, dan zou je van je stoel vliegen. Maar omdat het geleidelijk gaat, hè, als je nu mensen, als je vraagt, van, nou, hoor je nou veel verkeerslawaai, hebben mensen dat ook niet echt door. Maar als je zegt, van, nou, luister nou, als je hoort, ik woon zelf in Amstelveen, best ver van de A9, maar als je 's ochtends naar buiten stapt, dan hoor je heel goed de A9. Ja. Hè, die A9 die reikt gigantisch ver. Ja. En het is wel een beetje een soort bewustwording ook van wat hoor je en wat voor geluidsniveau is er. Ik vind het wel grappig dat je meteen een van de romantische beelden over de natuur, wat dat dan ook is, daar gaan we het zo over hebben, voor mij al wegstreept. Namelijk natuur, dat klinkt als lieflijk en stil en rustig. Nee, pokkenherrie. Het is een klerenherrie in de natuur. Ja, interessant. Had u zich dat gerealiseerd? Ik helemaal niet. Ja? Oh, nou goed, dan ligt het aan mij. Maakt niet uit hoor. En over de effecten van dat soort omgevingsinvloeden, daar richt jouw onderzoek zich op. Ja, precies. En ik was op zoek naar een artificieel habitat, een milieu waarin vogels die daar voorkomen eigenlijk onder andere selectiedrukken leven dan in hun natuurlijke omgeving. Dus ik ben begonnen met koolmezen en merels te gaan onderzoeken, omdat die heel algemeen zijn. Ja. Dat is goed voor onderzoek. Ja. Komen ze wel in het bos voor als in de stad. En ben gaan kijken of die stadsmezen nog steeds hetzelfde zijn als die bosmezen. Ja. En wat bleek is dat die beesten eigenlijk verschillend zingen. Het is in de stad veel vaker lawaaierig. En het lawaai wat wij maken is laag van toon. Mm-hmm. En wat ik vond is dat alle... Waar je ook ging kijken in heel Europa, in de stad, zingen de koolmezen hoger dan een dichtstbijzijnde populatie in het bos. Om zich te onderscheiden van dat gebrom van ons?
Nou, dat is eigenlijk het resultaat, is dat ze inderdaad eigenlijk beter te horen zijn. Ja. Maar ja, dat bewuste proces, dat hoeven we natuurlijk niet toe te schrijven aan die dieren. Maar als ze bepaalde hogere tonen zingen, dan zijn ze waarschijnlijk beter te horen voor elkaar. Reageren ze beter op elkaar. En het is een soort feedback natuurlijk. Als jij probeert je duidelijk te maken dat je er bent en er wordt niet op je gereageerd. Dan zoek je iets anders. Ja, dan ga je steeds hoger iets anders proberen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik wil straks meer weten over hoe je dat nou precies onderzoekt. Dat lijkt me interessant om te horen. Want we gaan ook nog even naar Siska Veen natuurlijk. Van het Nederlands Instituut voor Ecologie, het NIO. Dat is een merkwaardige afkorting, vind ik altijd, voor een instituut dat zo heet. Maar in Wageningen, ik moet er heel nadrukkelijk bij zeggen, niet van de universiteit. Klopt. Het is een KNAW-instituut. Je bent ecoloog. Klopt. Ja. Niet specifiek op de stad gericht, maar meer op algemene ecologische principes. Ja, ik werk eigenlijk helemaal niet specifiek in de stad, maar echt in natuurgebieden. En ik ben zelf bodemecoloog, dus ik kijk naar hoe processen in de bodem zich afspelen en wat bodemdiertjes voor rol spelen bij die processen. Ja. Maar heel veel van die processen zijn natuurlijk direct te vertalen naar de stad. Ja, want in die zin, en dan komen we misschien ook meteen bij het eerste ding waar ik het met jullie allemaal over wil hebben. Is er wel zoiets als stadsnatuur versus, wat is het, echte natuur? Dat onderscheid, hoe kijk je daar als ecoloog tegenaan? Ik denk, misschien ben ik niet de beste persoon om dat aan te vragen, omdat ik niet echt in de stad werk. Maar ik denk de processen die ik bestudeer, dat zijn fundamentele ecologische processen. En die verschillen niet tussen echte natuurgebieden en tussen de stad. Dus hoe een beestje in de grond zeg maar zijn voedingsstoffen krijgt, afbreekt en weer beschikbaar maakt voor andere beestjes. Ja. Dat gebeurt zowel in de stad als in een natuurgebied. Ja. Wat mij betreft is daar geen verschil tussen. Maar de soorten die er voorkomen, die zijn natuurlijk wel degelijk soms anders. Ja, dan zijn er dus andere redenen waarom soorten in de stad wel aanwezig zijn en daarbuiten niet of omgekeerd. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. Die aanwezigheid van die soorten, het zijn natuurlijk verschillende omgevingen. Een stad is in zekere zin toch echt anders dan het bos, zou ik maar zeggen. Geldt dat dan niet voor de bodem bijvoorbeeld, of geldt het daar ook, dat verschil? Ja, ik denk zeker dat het heel erg verschilt. In mijn onderzoek zie je bijvoorbeeld ook dat bodem zich wel degelijk aanpassen aan de omgeving waar ze in zitten. Dus als je een bodem voert met een bepaald materiaal, ik kijk dan vooral naar de afbraak van dood organisch materiaal, dan zal het reageren op het materiaal wat het krijgt. Dus het kan zich steeds beter aanpassen aan wat jij eigenlijk voert aan die bodem. Je kan de bodem bij wijze van spreken trainen om een bepaald proces goed uit te voeren. Ja, ja, ja. Ja, en in de stad zal het geheid anders zijn, want dus de materialen die wij in de bodem stoppen zijn heel anders. Bijvoorbeeld van de week stond in de krant dat bacteriën op vuilnisbelten plastic kunnen afbreken. Nou ja, dat is natuurlijk ook een totale aanpassing aan het milieu waarin ze leven. Dat dus waren die petfles etende bacteriën. Precies, ja. Dus in die zin werkt het natuurlijk de omgeving waar je in zit. De collega Keuleman schrijft daar een stuk over in de Volkskrant. Okay. Ja. Ja, de omgeving waar je in zit, die bepaalt wel een beetje wie daarvoor komt en wat die kan doen. Ja, ja, ja. Even dan, gewoon het rijtje af. De stad versus de natuur. Het is een oud, bijna vanzelfsprekend idee, maar we hebben het tegenwoordig toch over stadsnatuur. Hoe kijk je daar tegenaan? Zijn het twee werelden? Of zijn dat dingen die in elkaar overgaan? Hoe zie je dat? Ik probeer stad en bos te vergelijken, maar akoestisch gezien is dat in Nederland vrij lastig. Er is geen stukje bos te vinden waar nou echt nog stil is. Want je hebt vliegtuigen, treinen, auto's. Zelfs in Amerika, waar je nog grotere stukken hebt. Yosemite of van die grote nationale parken. Daar zijn ook mensen die daar geluiden opnemen en dan is er altijd overal wel weer. Hè. Je moet echt in een stil valleitje achteraf zitten, wil je eigenlijk je onttrekken van natuurlijk of van de stadsinvloeden van de mens. Ja, ja. En dus ik denk dat er niet zo heel veel verschil tussen is. En als je bijvoorbeeld de meest natuurlijke stukken Nederland vind je denk ik langs de duinen. Uh-huh. En eigenlijk als je dan naar de branding luistert, dan hoor je eigenlijk een prachtige snelweg weer. Dus het zit dicht bij elkaar. Ja, ja, ja. Maar jij ziet dus eigenlijk niet zo'n groot verschil tussen, laten we maar even zeggen, toch de natuur en de stad in dat opzicht. Nou, het zijn gradiënten. Dus je hoort het verschil. Je kunt met je ogen dicht de stad inlopen en de stad uitlopen. En ja, de vogelkennis, die lopen een bos door, die lopen langs roodborsten en zwartkoppen. En die kunnen de weg ook weer terugvinden langs zwartkoppen en roodborsten.
En zo zijn de geluiden in de stad hetzelfde. Ja. Dus het is een akoestisch geheel, zeg maar. Ik begrijp het. Dat is het geluid, maar dan toch even de natuur in wat bredere zin. Stadsnatuur versus echte natuur. Dat idee van die echte natuur, dat wil ik onderzoeken. Is dat nou iets waar je mee uit de voeten kunt ook? Ja, ik zie de stad echt als echt natuurgebied bijna. Ja. Omdat de biodiversiteit in het stedelijk gebied waanzinnig hoog is. Ik weet van Amsterdam bijvoorbeeld dat er 10.000 soorten voorkomen. Dat zijn planten en dieren. Dat gaat dan van bodemdiertjes tot aan de vos bijvoorbeeld. Van de 40.000 in Nederland. Dus dat is 1/4 van alle soorten die dan in stedelijk gebied gedijt. Maar gebouwen alleen al is een natuurlijk biotoop geworden van gierzwaluwen, van huismussen, van vleermuizen. Die zijn gewoon compleet afhankelijk ook van stad. En nou, even gechargeerd gezegd, de Zuidas is zelfs een natuurgebied. Want daar broedt de slechtvalk op het ABN AMRO kantoorgebouw. Maar die ziet dat gewoon als één grote rots- en klifpartij. Je hebt zoveel biotooptypen in stedelijk gebied. De kleinschalige binnentuinen met waanzinnig veel bomen in de stad. Het water, dus al die rotspartijen waar ik het net al over had. Dat zijn allerlei interessante factoren waarop veel... Waar veel beesten op afkomen en planten natuurlijk ook. Ja. Dus het is ik zie het als één groot natuurgebied. Als, je noemde net een getal voor die biodiversiteit. 10.000? Ja. Soorten? Ja, waarvan 1000 soorten planten. Ja. En de rest is allemaal beestjes. En hoe vergelijk ik dat met mijn geliefde Dwingelerveld, Drenthe? God. Is dat hoger, lager? Ik heb het wel eens geprobeerd te vergelijken met Rotterdam, maar het is ook wel zo dat wij... Ja, maar dat is ook een stad. Dat is ook zo. In Amsterdam denken ze misschien soms van niet, maar volgens mij is dat wel een stad. Nee, dus... dat zien we ook als stad. Ik heb wel een keer een vergelijking gemaakt met Eiburg en een stukje Ommeland, dezelfde oppervlak in de Amstelscheg. Wat komt daarvoor aan soorten? En dat was het aantal vogelsoorten op Eiburg en vleermuizen... Ik keek even naar de hogere soorten. Ja. Was veel hoger dan in in dat weidegebied. Dus het zou zomaar kunnen dat dat in steden gebied... Ja. Ik denk dat diversiteit in steden is hoger dan in bijna alle andere habitattypes. Alleen, wat er gebeurt natuurlijk, is dat steden die een habitattype innemen, dan zijn er een paar zeldzame soorten die natuurlijk verdwijnen, die habitat gerelateerd zijn. En de standvastigen die blijven. En we krijgen inderdaad opportunisten uit andere steden die weer erbij komen. Dus je krijgt op kleine schaal een hogere diversiteit. Maar omdat in heel Europa de steden er allemaal hetzelfde uitzien, krijg je een achteruitgang van soorten op grote schaal. Ja. Biomassa neemt in feite toe. En biodiversiteit, de brutalere soorten. Maar ook soorten zoals zo'n buizerd of een sperwer. Nou, Jacques P. Thijssen, de hele oprichter van de natuurbescherming in Nederland, die had nooit kunnen bedenken dat die dan midden in de stad zouden gaan broeden. Of een houtduif, daar was hij nog zo enthousiast over in de jaren 20. Weet je wel? Dat was dan in het Amsterdamse, maar met Amsterdamse bos. De houtduif, ja. Ja, precies. Dat vinden we, dat is hun algemene... Ja, je wordt er net al gek van, 's ochtends vroeg, achter je raam, toch? Dat zijn de stadsduiven. Oh, dat zijn stadsduiven. Ja, ik zei al, ik weet er niets van, maar ik hou er wel van. Die houtduif is die dikzak met dat witte ringetje in zijn... Even precies, wat zei je? Dat is die wat dikkere duif met een witte band in zijn nek. En dat is de? Houtduif. Houtduif. Ja. En die woont in het Amsterdamse bos? Nou, die broeden meer in bomen, in hagen, in de heg. En de stadsduiven, die vinden we allemaal vervelend. Maar die is net als de gierzwaluw en de huismus ons heel dankbaar dat wij allemaal rotsen en kliffen hebben gemaakt. Ja, precies. Als je ook indenkt dat je dus... een kwart van alle soorten die in Nederland voorkomen, dat die dus in een oppervlak zitten ter grootte van Amsterdam ten opzichte van heel Nederland. Dus dat is best wel een hele grote diversiteit die je daar treft. Want Amsterdam is zo, ten opzichte van de rest van Nederland zo groot niet. Nee. Dus dat geeft al aan hoe hoog de diversiteit in de stad is. Maar dat maakt eigenlijk dat de stad een soort uniek decor is, waar heel veel soorten bij elkaar komen die elkaar onder andere omstandigheden misschien nooit zouden ontmoeten. Want geen enkele soort die in de stad leeft is echt uniek voor de stad. Zelfs mensen niet. Hè. Er zijn heel veel mensen die buiten de stad wonen, hoewel
Inmiddels de meerderheid volgens mij nu wel al in steden leeft. Maar voor veel plant- en dierensoorten is het ook niet zo dat ze alleen maar in steden voorkomen. Maar dat ze een oorsprong van buiten de stad hebben. Maar zich wel, deze soorten hebben zich kunnen aanpassen aan een stedelijk milieu. En sommige doen het juist heel goed in steden. Andere houden nog net aan, houden ze vast. Hè. Een vogel, de kuifleeuwerik bijvoorbeeld. Dat was een van de meest algemene stadsvogels in Nederland de afgelopen eeuw. En die zijn nu bijna, vrijwel overal zijn die uitgestorven. Er is nergens meer in Nederland te vinden. Volgens mij was in Venlo nog één tankstation. Waar vijf van die kuifleeuweriken nog dapper stand hielden. En ja, daar gingen vogelaars, het hele land gingen daarheen om ze daar nog even te zien. En die beesten waren ook helemaal zwart van de teer van al die auto's die daar voorbij kwamen. Ja, waren gewoon zwart geblakerde kuifleeuwerik. Terwijl ze na het bombardement in Rotterdam, toen die grote vlakte daar in de binnenstad, dat was dat de meest algemene vogel die daar zat. Ze schreeuwden overal kuifleeuweriken rond daar. Oh, ja. En ja, dat is een beetje hetzelfde lot wat afgetekend werd toen die huismuspopulatie ineens begon te dalen in steden. En de kranten volgeschreven werden over dat de huismus wel eens zou kunnen verdwijnen. Nou ja, dat... Dat scenario had zich al eens voltrokken, maar dat is niet zo bekend geworden. Maar dat kan dus gebeuren. Tegelijkertijd zijn er ook soorten die juist weer profiteren van nieuwe ontwikkelingen. Ja, ik denk toch dat er ook nog wel een heel groot verschil is op sommige, als je naar echt naar ecologische processen gaat kijken tussen de stad en de natuur. Want in natuurgebieden eigenlijk zorgen die helemaal voor zichzelf. Ze recyclen hun eigen voeding en dat komt weer beschikbaar. Ze vangen al het water op wat door regen valt, dat blijft in de bodem zitten. Wordt weer opgenomen de planten om te groeien. En dat soort verbanden zijn in de stad natuurlijk eigenlijk totaal verloren gegaan. Wij hebben nu een rioleringssysteem. Die voeren al het regenwater af. We hebben tuinen betegeld, dat neemt geen water meer op. Ons afval wordt afgevoerd naar vuilnisbelten, daar verbrand of wat dan ook. En dat hele recyclen wat eigenlijk in de natuur gebeurt, dat zijn we eigenlijk best wel kwijtgeraakt in de stad. Dus ik denk dat dat een heel groot verschil is. Als je het hebt over echte stadsnatuur, dan... Dat zou een echt onderscheid kunnen zijn... Tussen, laten we maar even zeggen, de stad en de natuur. Ja, wat mij betreft, de natuur is meer een zelfregulerend systeem. Ja, dat denk ik wel, ja. Oké. Of de stad is misschien ook wel dat, maar daar zijn elementen uitgetrokken. Nou ja, wij spelen daar dan een hele grote rol in de regulatie. En we zijn natuurlijk misschien deel van die natuur. Ja. Maar in echte natuur, als je het zo wil noemen, hoeven we dat natuurlijk niet te doen. Oké, dus die processen, dat is wel een punt waarbij je, als je nadenkt over stad versus natuur... iets over zou kunnen zeggen. Ja. Nog even die hoge biodiversiteit, zoals je dat noemt. Dus veel verschillende soorten. Misschien de brutalere meer dan de wat beteesde schepselen. Mooi, hè? Schepselen. Schepselen, ja. Sorry. Maar daar gaan we het niet over hebben. Die rijkdom, of dat grote aantal. Hoe kan dat eigenlijk? Want komt dat doordat de stad in zichzelf weer een heel... divers landschap is? Is dat wat er aan de hand is? Ook. Ja, dat is eigenlijk wat ik net ook al een beetje schetste. Die verschillende biotopen, dus de leefomgeving waarin die soorten gedijen, maar ook de omgeving. Want als je naar Amsterdam kijkt, dan ligt ten noorden van Amsterdam een prachtig weidevogelgebied, hè, het waterland. Ja. En dan ligt aan de oostkant ligt het Gooi met de hogere zandgronden. En aan de westkant hebben we de zee met de duinen. En aan de zuidkant Amstelland. En dat zijn al zoveel ook weer grotere natuurgebieden, zoals je dat zou kunnen zien. Waarvanuit die dieren ook de stad intrekken. Omdat zij ook wel doorhebben dat bijvoorbeeld voedsel en klimaat, en ook een belangrijk aspect, ook heel interessant is in stedelijk gebied. En dus dat... Dat is een soort wisselwerking wat elkaar versterkt. Ja, ja, ja. Dus daar gebeuren meer dingen dan in het uitgestrektere buitengebied, zou je kunnen zeggen. Ja, ja en bijvoorbeeld ook als je het over soorten hebt, zoals zo'n schollekster. Die kennen we toch eigenlijk allemaal van de wadden en de schoren en de weilanden. Ja. Van waterland wellicht. Mm-hmm. En, of van de Jaap Edebaan waar ik vanmorgen was, waar ze dan midden in die grascirkel flink in het maakte even het gebaar alsof ze ook rondjes reden, maar dat is niet zo natuurlijk. Nee, dat doen ze niet. Pootje maar over. Schollekster doen het tegenwoordig beter in stedelijk gebied dan in die wadden, schoren en weilanden. Dus die trekt de stad in, omdat hij ook doorheeft van, ja, daar zijn dan nog niet genoeg vossen om te prederen, om de eieren en de jongen op te vreten. Maar die zitten veilig op die hoge daken. Ze leggen de eitjes tussen de kiezeltjes die op het dak liggen. Die zijn net zo groot en die hebben dezelfde kleur als die eitjes.
compleet onzichtbaar, ook voor kraaien, eksters, andere roofbeesten. Ja. De enige nieuwe uitdaging is natuurlijk het abzeilen vanaf het dak voor de jongen. Dus dat is dan weer een lichte nieuwe evolutionaire ontwikkeling die er nog plaats moet vinden. Maar plus dat die ouders nu, die jonge scholexers, die kunnen vanuit ei vrij snel al zelf een korstje bij elkaar scharrelen. Maar ja, op zo'n dak zijn er dus geen regenwormen. Dus dat betekent wel dat die oude scholexers dus iedere keer vanaf het voetbalveld aan de overkant die moeten wormen het flatgebouw halen. Moeten vliegen. Of de Jaap Edebaan. Ja, precies. Ben je er elke dag of zo? De Jaap Edebaan. Oké, maar er zijn dus in die zin ook allerlei, laten we zeggen, nieuwe plekken voor dieren die ze kunnen benutten. En met wat slimmigheid of handigheden, zoals je eigen leggen tussen de kiezels. Ja, opeens een hele. De natuur is zo slim en past zich ook zo snel aan. Dus dat, en die dynamiek in de stad is ook heel sterk. Hè? Dan, wat jij al zei, kaalslag en dan komt die leeuwerik daarop af. Maar ja, in de stad ook betekent nieuwbouw, betekent rugstreeppadden. Een bijzondere paddensoort in Nederland. Die daar heel goed gedijt in pionieromgeving, dus kale vlaktes, etc. Maar dan wordt er weer gebouwd en dan komen er weer andere soorten op af. Dus dat fluctueert enorm. En dat hoeft ook niet goed of slecht te zijn, denk ik. Er verdwijnt af en toe weer wat en dan komt er weer wat nieuws bij. Dus dat is ook onderdeel van de natuur. Ja, dat goed of slecht, daar wil ik het straks nog over hebben. Als we het ook een beetje over misschien wel regelgeving hebben. Waarom hebben we eigenlijk regels op dit gebied en hoe zien die eruit? Dat lijkt me iets voor straks. Even kijken. Lucas, heb je er zin in? Ja. Dat is mooi. Lucas Keining, dames en heren, van Science Center Nemo hier. Die gaat met u een klein quizje spelen, moet ik zeggen. Ik vergeet alleen even te vragen of er misschien vragen of opmerkingen zijn. Want dat is natuurlijk ook mogelijk of zelfs van belang. Wie mag ik het woord geven? Ik zie helemaal niets, dus het komt vast goed. Oh ja, daar. Ik had toch wel een vraag, want een van de dingen die werd geopperd voor vanavond was, is de stadsecologie of stadsnatuur een vervanging of kan het compenseren voor het verlies van biodiversiteit buiten de stad? En ik vroeg me af of kijkend daarnaar, zijn er natuurlijk ook problemen, want er zijn ook diersoorten die helemaal aan het verdwijnen zijn en plantensoorten. Hoe zien jullie dat? Die wisselwerking tussen uitstervende of bedreigde soorten en de stad. En niet alleen in Nederland, maar misschien in een groter, breder context. Ja, ik hoor het wel. Het is een heel positief verhaal wat jij vertelt. Maar eigenlijk als ik aan de stad denk, dan denk ik, ja, het is heterogeen, veel diversiteit. Maar het is niet het plezier wat je beleeft aan diversiteit buiten de stad. En ik denk dat en hoe minder je er eigenlijk vanaf weet, hoe meer je eigenlijk pas buiten de stad geniet van de natuur, denk ik. En ja, ik ben ook bioloog, ik weet wat er allemaal in de stad zit. Dus ik kan ook wel genieten van dat er weer een zanglijster nu ontzettend actief is bij mijn huis. Maar ja, om nou te zeggen dat alle natuur vervangt die vernietigd wordt door de stad, ik zou het toch wel ook wat negatiever willen schetsen. En dat je eigenlijk profiteert in Amsterdam van al die natuur die inmiddels verkracht wordt aan die buitenkanten. Ja, er zit nog wel wat van de oorspronkelijke stad en de oorspronkelijke polder, maar ja, toch is bijna de grutto's worden natuurlijk toch wel verdreven door ons, toch? Dat kun je niet ontkennen. Nee, ik zal het ook zeker niet ontkennen. Ik steek een positief verhaal, want er zijn alleen maar negatieve verhalen vaak. Ik hou een beetje positief. Ja, ja. Is ook zo, er verdwijnen ook absoluut soorten. En soms komt dat ook gewoon door natuur zelf, doordat bijvoorbeeld zo'n huismus is ook door opmars van sperwer in stedelijk gebied. Die eet heel veel huismussen en dan wij houden daar niet genoeg rekening mee, proberen we nu wel te doen. Het is ook de mens die van invloed is. Maar er zijn ook, ja, dat is weer een positief verhaal, maar bijvoorbeeld ijsvogels in Amsterdam, daar gaat de massa's mensen gaan met verrekijkers naar Limburg toe om ijsvogels te spotten, terwijl ze eigenlijk naar Amsterdam moeten komen, omdat daar juist echt de kernpopulatie bijna zit, weet je wel. Omdat die beesten hebben ook door dat de waterkwaliteit steeds beter wordt, dus er komt ook wel weer steeds meer bij. Uh-huh. En, bijvoorbeeld vorig jaar was het nog 40 paardjes van die ijsvogels in Amsterdam. Afgelopen jaar is weer geteld, nu zijn het er 53 paar. En dat is ook een beetje afhankelijk van, hebben we een strenge winter of niet. En, maar is dan de waarde bijvoorbeeld van een ijsvogel die op een stuur van een fiets
boven een beekje hier boven de gracht hangt. Of dat het een natuurlijk beekje in Limburg is, een idyllisch plaatje. Ja, dat krijg je er daar ook wel bij. Dat is toch anders, denk ik, toch? Dus, dat verschilt natuurlijk enorm per persoon. Ik vind dat zelf juist wel geinig, die contrasten ja, met stad. Tuurlijk. En geinig. Ja, maar dit is toch een soort waardering van natuur. Hè? Dus een natuur beleven, dat is eigenlijk wat dan in de kern staat. Maar de vraag is natuurlijk of natuur onder druk staat door verstedelijking. En dat is natuurlijk waar. Ja, ja, want dat is eigenlijk het antwoord op de vraag hier. Een kwart van de soorten die in Nederland in de stad leeft, dat betekent dus drie kwart niet. Ja. Maar de drie kwart die worden wel steeds meer in de verdrukking gebracht door toenemende verstedelijking. Dus dat is natuurlijk ook een factor die meespeelt. Dus ik denk niet dat er een stadsecologisch die zou propageren, maak overal maar stad van, want dan hebben we tenminste lekker voor we hebben het wel net gehoord hier. Ja, misschien, ja, maar goed, ik zou... Maar ik zou deze ook niet wel... toch niet willen kwalificeren als ecoloog. Oké, maar nee, dat is natuurlijk waar. Dus per saldo zou je kunnen zeggen, het is geen goed idee om heel Nederland te verstedelijken als het over de natuur hebt. Nee, maar het is wel interessant welke soorten in zo'n stad wel meekomen en welke soorten daarop afkomen. En dat je ook ziet dat stadsnatuur langzaamaan ook volwassen wordt. Dus er zijn wel processen waarbij dus steeds meer soorten hun weg weten te vinden in zo'n stedelijk systeem. En dat er dus eigenlijk iets ontstaat als een stedelijk ecosysteem waar de mens heel nadrukkelijk een rol in heeft. Want er werd net al gezegd iets over de bodem. Maar ja, natuurlijk, de meeste bodem in de stad is verhard door de stoeptegels en asfalt. En de grond die daaronder zit, is meestal aangebracht. En weet ik voor waar vandaan, met vrachtwagens of met treinen aangevoerd. En dat betekent dus dat je een hele nieuwe mix krijgt eigenlijk. Een heel nieuw toneel waar allerlei spelers op komen van buitenaf. En ja, die moeten daar maar een draai zien te vinden. Dus dat is voor een stadsecoloog heel interessant om te zien hoe dat zich dat voltrekt en wat er gebeurt. Even los van de mening die je daarover hebt. Ja. En dat neemt natuurlijk helemaal niet weg dat er buiten die stad nog steeds soorten, hè, zoals Grutto, wat eigenlijk ook een cultuurlandschap volgende soort is. Hè, want die zit meer in een agrarisch gebied waar wij koeien willen houden. Dus wij maken overal gras van. Wat misschien vroeger allemaal bos was, dat is nu allemaal gras. En daar zit die Grutto nu. Ja. Ja, dat is ook mensenwerk. Dus in dat opzicht kun je er misschien ook nog wel door een stadsecologische bril natuurlijk kijken. Ja, natuurlijk. Het is ook... Ja? Ja. Nee, het is ook met de Grutto's in Waterland bijvoorbeeld zo. Het is ook dat weer de wisselwerking met boeren, of die ook wel genoeg rekening houden met. En juist in Amsterdam is het beleid ook zo dat er in de stad moet worden verdicht qua woningbouw. En het is eigenlijk niet de bedoeling dat de stad nog veel verder gaat uitbreiden. Urban sprawl die we kennen van Amerikaanse steden. En maar uitbreiden. En juist beleid is, dit is de stadsgrens. We gaan binnen die grenzen gaan we uitbreiden. En kijk, afname van de Grutto als voorbeeldsoort dan nog even, heeft natuurlijk ook te maken met de verdroging in de Sahel. De gebieden waar ze overwinteren. Bijvoorbeeld, hè, waar ze gewoon niet genoeg voedsel meer kunnen vinden op dat moment. En natuurlijk ook ons eigen... Dat is natuurlijk iets wat helemaal buiten het Nederlandse stads- versus natuurlandschap staat. Ja, maar, ja, maar en wel er zijn ook weer heel veel kansen als je gaat bouwen. Ik zie bouwen zelf als ecoloog niet per se als iets negatiefs. Want je kunt ook echt wel bouwen voor biodiversiteit. Ja. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden met groene daken, gevels, voorzieningen inpassen voor vogels, vleermuizen. Dat is natuurlijk niet het totaalpakket. Maar dat is bijvoorbeeld op Eiburg, wat ik ook al eerder aanhaalde, is dat ook gedaan. En er was heel veel protest natuurlijk tegen het aanleggen van Eiburg. Maar inmiddels, voordat Eiburg daar lag, kwam daar één soort vleermuis voor, de meervleermuis. Inmiddels komen daar zes soorten vleermuizen voor. Dus er zijn ook heel veel soorten weer dankbaar dat er... weer positief, hè? Ik kan er niks aan doen. Nee, het is bijna erg. Nee, joh, helemaal niet. Dat is ook wel mooi. Maar we gaan straks nog wat meer voorbeelden geven over hoe je, zeg maar, voor de natuur kunt verstedelijken. Nog even die ijsvogel op dat fietsstuur op de gracht, vond ik wel heel mooi. Maar als jij nou een voorkeur mag hebben, moet het dan toch maar in Limburg zijn? Voor mij, ja, zeker. Ja? Waarom? Waar zit dat dan? Niet allebei zou natuurlijk... Maar waar zit dat dan in? Ja, ik denk toch het idyllische plaatje wat jij aanhaalde. Dat vind ik toch wel meer waarde hebben dan... Maar dan heb je het dus echt over de beleving van de natuur, die ook belangrijk is. Ja. Ja. Ja, dat hij het vogelpark niet wegneemt dat hij niet in de stad zou moeten voorkomen. Je wil natuurlijk niet een hele dode stad hebben. Nee. Maar. Oké, we gaan naar Lucas Keining. Lucas? Ik zie dus helemaal niks. Er is... Oh, kijk, er is een vraag. We doen nog een vraag en dan Lucas Keining. Echt waar, dit is Lucas Keining. Hier.
Ja. Wat ik me afvraag is of het wel helemaal eerlijk en reëel is om zo'n scheiding tussen stad en platteland te maken. Want zelfs in Nederland is er ook heel veel verschil tussen platteland en platteland. Er is het platteland wat wij natuur noemen, waar een beetje bos en duinen en zo is. Maar er is heel veel ook nog landbouwgebied. En uit mijn eigen ervaring weet ik dat daar biodiversiteit extreem laag is juist. Aha. Veel lager dan in de stad. Ja. De landbouwgebieden zijn we vergeten eigenlijk. Ja, landbouw is denk ik ook, als je het hebt over de echte natuur versus de stad, dan valt landbouw denk ik wat mij betreft in ieder geval zeker niet onder echte natuur. Dat valt echt onder een mensgemaakt landschap en heeft ook met dezelfde problemen te kampen als, soorten worden daar gewoon uit verdreven omdat ze daar geen plekje meer kunnen vinden. Ja, en misschien sommige anderen juist weer wel. En sommige anderen zullen ervan profiteren, maar landbouw denk ik misschien nog bijna wel minder dan de stad. Ik weet geen getallen daarover, maar landbouwgebieden, echt intensieve landbouwgebieden, daar is niet zoveel plek meer voor. Nou, het zijn voor monoculturen van landbouwgewassen of vee en dat levert ook relatief simpele gemeenschappen op van alles eigenlijk. Ja. Ja. Ik kan als voorbeeld, dan komt Lucas. Echt waar. Voorbeeld weet ik wel van bijen bijvoorbeeld, dat vanaf jaren 80 was een soort van kantelpunt van, daarvoor was het in de landbouwgebieden en gewoon in en de rest ging het met de bijen ontzettend goed en de stad heel slecht. Dat is inmiddels omgekeerd. Dat is echt ook omdat daar niet met pesticiden meer wordt, chemische bestrijdingsmiddelen worden niet meer gebruikt en de diversiteit aan nectar aanbod van bloemen en planten is veel groter in stedelijk gebied dan in die landbouwgebieden uiteraard ook. Is dat zo? Dus de imker moet in de stad zijn en niet de stadsimker, de urban beekeeping, dat is ontzettend populair ook. Zullen we het even testen? Wie houdt er hier bijen? Ik heb bijen gehouden in de stad en wat mevrouw daar zegt, vanaf het begin van de 90er jaren en toen was het al zo dat het in de stad veel beter te doen was dan op het platteland. Ja, ja. Maar andersom is het probleem natuurlijk wel dat de landbouw voor een deel wel afhankelijk is van diezelfde bijen. Onze soort landbouw, aardappels, mais, graan en suikerbieten, absoluut. Wat we hier op de kleigronden hebben, daar hebben bijen helemaal niets aan en hebben ze ook niets voor te betekenen. Nee, maar landbouw in grotere zin. Ik bedoel, dat gaat natuurlijk niet over één specifiek gewas, maar in grotere zin. Wat voor landbouw hebben wij nu nog in Nederland waar bijen een rol in spelen? Ja, misschien de kassentuinbouw, maar... Fruitteelt. Dames en heren, we gaan even onderbreken. Lucas Scheining van Science Center Nemo. Dank je wel. Ik wil graag uw kennis gaan peilen op het gebied van natuur en de stad. En dat doen we met een quiz en daar is ook een mooie prijs bij te winnen. Dat heet, dit boek heet De Mysterieuze Natuur. Echt een collectors item. En die wil u zeker in uw kast hebben. Het gaat als volgt. U heeft, als het goed is, allemaal op uw stoel twee van die papiertjes. Wild of ontsnapt. En de bedoeling is, ik ga straks plaatjes laten zien van dieren in de stad. Ook in het buitenland, dus we gaan er ook op uit. En dan wil ik u vragen of u straks allemaal wil staan, of dat mag nu eigenlijk wel. En dan is de vraag of het dier is ontsnapt uit een dierentuin of uit een circus. Of dat het echt een wild dier is. Dus dat hij uit het bos komt of uit het moeras. Ik heb er nog een. Ja. In de buurt van die stad of misschien wel heel ver weg. Oh, waar was het? Nou, hou maar. Oh ja, kom wel goed. Nee, je kunt allemaal ik heb toch voorkennis, dus maar niet uit. Doen de technici ook mee? Of niet? Nee, er was nog sprake van. Maar oké. Nee, je moet hem omhoog houden. Het mag wel, maar dan als u allemaal akkoord gaat dat de technici... Niemand heeft het gezien, ook de technici niet. Dan mocht er een van hen winnen. Ik ben ook ik ben de quizleider en de notaris. Het is een grote verwarring van belangenverstrengeling. Als u een vraag verkeerd heeft, als u een verkeerd antwoord hebt gegeven, en iedereen kan het ook zien aan uw papiertje, dan gaat u zitten en dan blijft u ook zitten. En de bedoeling is dat er dan uiteindelijk één iemand overblijft. Als er nou nog iets van twee of drie mensen overblijven, dan heb ik nog een shoot-out. Dus dat komt dan helemaal goed. Dan gaan we naar het eerste voorbeeld. Het begint vrij makkelijk. Is dit een wild dier of is dit dier ontsnapt uit dierentuin of uit
En er wordt niks voor gezegd. Geen, even kijken hoor. Nou, ik had gedacht dat wel veel mensen wild zouden zeggen. Het is een wilde eekhoorn in Montreal. Hij is niet ontsnapt. Oh, dit is niet in Nederland. Ah, oh, wild. Nou, dat gaat rap. Sorry, dat makkelijk beginnen neem ik bij deze terug. Ja, in Amsterdam. Ja, precies. Dan gaan we verder naar het volgende diertafereel. Ja. Deze dieren, zijn die ontsnapt uit een dierentuin dan wel circus of zijn dit gewoon wilde dieren? Ja, dat zeg ik er niet bij. Dat zeg ik wel straks, maar dat zeg ik niet nu. Ja, precies. Iedereen zijn dingetje omhoog, zijn een kaartje. U moet nu kiezen. En... ja, u kiest nu. Nee? Ja, maar u zit goed, wild. Dit zijn wilde koeien in New Delhi in India. En daar mogen de koeien gewoon over straat lopen. Ze zijn nooit in de dierentuin of in de circus geweest. Ik heb nog nagevraagd bij de mensen die links op de stoep lopen. Even kijken, hoeveel mensen hebben we nog? Een stuk of 15 of 20? We gaan verder naar het volgende plaatje. Met wat sluikreclame voor een horlogemerk. Is dit een wild dier of is dit een ontsnapt dier? Ik zeg niet waar het is of wat het is. Maar u weet wel wat het is, neem ik aan, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar het is wel in een stad. De stemming is weer verdeeld. Dit is een ontsnapt nijlpaard. Dus de mensen die wild hadden, die mogen gaan zitten. En dit is in Tbilisi, in Georgië. Er was een hele grote, u kunt het wel zien, een grote overstroming. En de hele stad liep vol met nijlpaarden en tijgers. Dat ging helemaal mis daar zo. Even kijken hoor. Ja, we gaan verder naar het volgende plaatje. Heeft iemand ontsnapt? Volgens mij niet. En dan mag iedereen blijven staan. Er is een wilde beer in Vancouver, in Canada. Die lopen ook wel eens rond gewoon echt in de stad. Dit is dan nog op een snelweg. Zijn dit ontsnapte beesten of wilde beesten? Ja, exoot. Ah, weet je, er zit gewoon nog een andere categorie. Exoot. Kijk, heeft iedereen gekozen? U heeft ook gekozen. Dit zijn wilde wasberen in Connecticut, in de Verenigde Staten. Helaas. Gaan we naar de volgende? Ja, echt? Ja. Een fijn tafereel op een terras. Gezellig, met je kopje koffie. Is dit een wild dier of een ontsnapt dier? Nee, dat denk ik niet. Ja, wel gevoelig. Ook iedereen weer... U heeft ontsnapt, hè, geloof ik, ja. Het is helaas een wild hert uit Bolzano, of tenminste, dit is in Bolzano in Italië. Dan gaan we naar het volgende plaatje. Is dit een wild dier of een ontsnapt dier? Heeft iedereen gekozen? Ja. Dit is een ontsnapte olifant uit het circus in Denemarken. Denemarken. Ik weet het wel. Gaan we naar het volgende plaatje? Oh, gezellig. Is vrij lastig te zien inderdaad met het licht. Heeft iedereen een keuze gemaakt? U ook? Ja. Dit zijn wilde kalkoenen in... Albany in Californië, dus vlakbij San Francisco, aan de overkant van de baai. Dus de mensen die ontsnapt hadden, die mogen gaan zitten. Hebben we het volgende plaatje? Hij loopt over het zebrapad. Dus... Flauwe woordspeling. Even kijken, u heeft, ik kan het niet zo goed zien, ontsnapt. Even kijken, ja, dat is allemaal goed. Het is een ontsnapte zebra inderdaad, in Virginia... In de Verenigde Staten, uit een zoo, hoe noem je dat, een dierentuin. Gaan we naar het volgende plaatje. Dat is steeds makkelijker. En dit is in New York. Ja. En er zijn nog vijf mensen, geloof ik. Ja, precies. Ja. Even kijken,
U zegt wild. Wat zegt u? Als u kunt u hem iets duidelijker naar voren houden? Ook wild. Allemaal goed? Nou, dat, u bent goed. Gaan we naar het volgende plaatje. Een lingerie komt erbij aan de pas. Ja, die zijn wel echt wel wild, hoor. Ja. Nou mag u gaan zitten. Ja, dat kan ook nog. Ja, precies. Dit zijn wilde bavianen in Kaapstad, in Zuid-Afrika. Gaan we naar het volgende plaatje. U heeft ontsnapt. Wild. Mag u gaan zitten. Het is een wilde panter uit... het is in de Indiaanse stad Meerut, maar hij komt uit een bos daar vlakbij vandaan. Nog drie kandidaten. Gaan we naar het laatste plaatje. Daarna hebben we eventueel nog de shootout. En wat heeft u? Ontsnapt. Oké, heeft het alle drie goed. Dan gaan we naar de shootout. Heel goed gedaan. Alvast een applaus voor drie kandidaten. Even kijken, hij werd al even genoemd, de Nationale Tuinvogelteldag. Dat was afgelopen januari. Grappig genoeg niet in de zomer, maar daar zou wel een goede reden voor zijn. Het was de dertiende dit jaar en 53.000 mensen hebben in hun tuin vogels geteld in Nederland. En grappig genoeg was de koolmees in de vier grote steden werd het meest geteld. Dus niet in heel Nederland, maar wel in de grote steden. En hoeveel werden er geteld in die, het waren drie dagen dat het geteld werd, hoeveel koolmezen werden er geteld? Dus niet hoeveel koolmezen zijn er in Nederland of in de vier grote steden, maar hoeveel werden er in heel Nederland door die 53.000 mensen, hoeveel koolmezen werden er geteld? En dan maakt het uit bij wie ik begin natuurlijk, maar... Even opschrijven, kan dat? Even voor uzelf opschrijven. Ja, heeft u een, tegen uw buurman fluisteren. Ja, ook. Als u het even tegen uw buurman fluistert en dan straks zegt. Daar vertrouwen we wel op, toch? Dat fluisteren. Oké. Heeft iedereen iets? Ik denk het wel, hè? Ja? Heeft u het al, meneer, in het midden? Ja, oké. Okay. Zegt u maar. Hoeveel denkt u dat er waren? 12.000. En hoeveel denkt u, mevrouw? 40.000. En u? 400.000. Dan heeft deze mevrouw denk ik gewonnen, maar nog even kijken. Het is 115.000, 115.305. En dan zit u met 40.000 dichterbij dan 400.000. Toch? Ja. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Voor het slapen gaan of wanneer het u uitkomt. Bedankt. Lucas Keining, dames en heren. Goed, ik zou eigenlijk het panel weer even terug willen hebben op het podium. Dat gaat lukken, toch? Tuurlijk. En vergeet niet wat water te nemen, want dat kan hier lekker warm zijn. Ik wil het even gaan hebben, we hadden het al even over de beesten in de stad. Jullie hebben daar een boek over gemaakt, in Amsterdam is dat. Is dat nou heel Amsterdams wat daar uitkomt? Of is dat gewoon een stad in Nederland? Dat is wel een stad in Nederland. Op sommige soorten na dat toch wel... bijvoorbeeld de vissen. We hebben zout water en brakwater en zoetwater in Amsterdam. En dat hebben natuurlijk niet alle steden. Dus zodoende hebben we zoveel soorten vissen. Maar ja, in bijvoorbeeld Utrecht was ook een zeehond waargenomen afgelopen zomer. Ja. En Rotterdam zijn ook wel zeehonden dicht bij de kust worden waargenomen. Even de wat uniekere soorten. Dus er zit wel veel overlap in. Dat kan wel, Rotterdam, ook zout, brakwater? Ja, dat kan nog aardig zout worden bij ons inderdaad. We hebben ook getijdenwerking in de havens. We hebben een populatie van 30 tot 50 zeehonden in het havengebied. Grijze en gewone zeehond. Bruinvissen zwemmen af en toe wel eens voor de Maasmond langs. Maar we hebben bijvoorbeeld ook diverse soorten krabben en kreeften in onze water zitten. Zowel in het zoutwatersector als soorten die dus de zoete milieus inlopen. Dus Amerikaanse rivierkreeften. Horen hier natuurlijk niet, want het zijn Amerikanen, die zijn hier door mensen
toen ja, terechtgekomen. Voor zichzelf begonnen in allerlei watertjes, slootjes en parkjes en dergelijke. Ingeschreven bij Kamerkoop? Dat niet, niet ingeschreven. Niet ingeschreven, nee. Bij de, ja. Maar ook bijvoorbeeld Japanse Wolland, Chinese Wollandkrab, die dus zowel in het zoute milieu, dus naar de kust over de bodem van de Nieuwe Maas loopt, als dat hij eruit klimt en dan ook echt de parkjes ingaat en daar dingen doet die Chinese Wollandkrabben graag doen. Dat klinkt heel mysterieus. Wat doen ze? Nou, ze houden wel van zonne als de zon schijnt. Dan gaan ze op de kant van het water zitten. En dan in de zon? Zitten ze heerlijk in het zonnetje. Oh ja? Ja, maar het is zo dat ze als jong krabbetje lopen ze dan de rivier of gaan ze het zoet water in. En daar worden ze volwassen. Dus ze hebben een beetje een puberfase, zeg maar, in de parkjes en dergelijke. En ze kunnen ook wel wat schade aanrichten. Ze woelen graag in de bodem. Ze eten alles wat ze tegenkomen. Zowel dode vis als brood dat mensen in het water gooien, als waterplanten die ze kunnen vinden. En als ze dan volwassen worden, dan gaan ze weer terug het zoute water in. En daar vindt dan de voortplanting plaats. Ja, ja. Oké. Okay. We hebben het nu alsmaar over het water, gek genoeg. Zitten daar sowieso de meeste soorten of is dit toevallig? Biodiversiteit in water is wel heel hoog, ja. Ja? Ja. Wat ook wel opvalt, wij hebben als Bureau Stads natuurlijk meegewerkt aan een boek over natuur in steden in Europa. Ja. En wij waren dan wel toevallig de meest marine georiënteerde stad van het hele setje. Hoewel er nog wel meer steden aan de kust lagen. Een knot van een haven, ja. Ja, een enorme haven inderdaad. En dat merk je meteen in de soorten die je aantreft. Dus in Rotterdam is Rotterdam wordt ook natuurlijk doorklieft door die waterweg. En dat merk je meteen in de soortaanbod dat je daar hebt. Terwijl bijvoorbeeld in Midden-Europa heb je weer veel meer soorten die je ook bijvoorbeeld in berggebieden meer aantreft. En dat hebben wij dan weer minder. Ja. Nou ja, er zijn wat dat betreft ook nog wel verschillen tussen die stadsnatuur in de ene stad en de andere. Ja, absoluut. Zeker. Ja. 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 Nu zijn er beroemde voorbeelden van vossen in Londen. Dat spreekt enorm tot de verbeelding. Om te beginnen, waarom spreekt het eigenlijk zo tot de verbeelding? Want zo raar is het ook weer niet. Of zijn ze teruggekomen nadat we ze heel lang niet gezien hebben? Nou, ik weet van Amsterdam in ieder geval, of eigenlijk voor heel Noord-Holland, dat tot aan de jaren 50 helemaal geen vossen voorkwamen, zeker niet in de stad en laat staan in Noord-Holland. Maar die zijn echt via de kustgebied. We associëren die vossen echt met misschien wel de wildernis, denk ik ook. De echte natuurgebieden, ja, zeg maar. Ja. En de meeste mensen associëren de stad niet met natuurgebieden. Dus dan is de verbazing eigenlijk des te groter is die verbazing. Maar ja, die vossen die hebben lang al door dat er gewoon heel veel voedsel in de stad is. In de vorm van afval, maar ook in de vorm van bijvoorbeeld konijnen. Ik bedoel, mensen die in Amsterdam wonen weten waarschijnlijk ook wel dat er heel veel overpopulaties van konijnen. Kijk, fiets maar eens door het Diemenpark. Het blijkt dus gewoon heel veel voedsel in de stad. En ja, die vuilnisbakken die zijn makkelijker te besluipen dan de hazen waar je snoeihard achteraan moet rennen. Dus ja, dat is gewoon opportunistisch gedrag die beesten vertonen. En het is het op de das na volgens mij het grootste landroofdier wat we hebben in Nederland. En de zeehond dan het grootste zeeroofdier. Dus dat is toch best wel spannend. Dat zijn echt wel one of the big five. De big five van ja, precies. Hoor ik hier een zekere ironie? Nee. Vossen vind ik prachtig. Ja. Ja, ze richten ook heel veel schade aan natuurlijk. Maar ik denk dat het er een soort cultuuromslag is geweest. Ik denk dat vroeger mensen alles wat dusdanig uitzag gewoon neerschoten of in strikken vingen. En dat die vos daarom enorm is teruggedrongen. En toen waren ze er een tijd niet. Zijn we eraan gewend geraakt dat ze er niet waren. We zijn beschaafd geworden. En ondertussen heeft die vos dat ook door dat wij beschaafd zijn. En, dat er niet meer geschoten wordt. Nee, dat is wel een van de belangrijke redenen waarom die vossen dus. Want daar mag niet op ze worden gejaagd. Ja. En als je dan nog wordt aangereden, je belandt in de goot als vos of welk ander dier. Dan hebben we nog een dierenambulance in de aanbieding om te faciliteren. Dus het is best luxe in dat opzicht. Het is goed toeven in de stad. En ze eten ook ratten, hè? Dus ze zijn ook in dat opzicht. Ja, maar de komst van een vos in de stad laat ook zien dat het ecosysteem ook, inderdaad, ik zei net al, dus een ecosysteem wordt volwassen op het moment dat het een roofdier kan dragen.
dat jaagt op konijnen, op muizen, ratten, vogels en alle andere dieren. Dat betekent dat er een voldoende prooi aanbod is. Dat je een voedselpyramide krijgt. Ja, precies. En dat is dus de komst van zo'n roofdier. En natuurlijk, het is een roofdier, dus het spreekt mensen al snel tot de verbeelding. Want mensen die stellen daar veel vragen over. Die bellen de gemeente op. Die vragen, ja, ik zie een vos in mijn straat lopen. Wat moet ik daar nu mee doen? Of ze bellen naar ons en dan met zo'n vraag. En wat is het antwoord? Nou, van genieten. Ja, dankbaar zijn dat u dat mag meemaken. Maar mensen maken zich daar zorgen om. En de vos is niet eens het belangrijkste roofdier in het stedelijk gebied, want dat is de huiskat. Want huiskatten hebben een veel hogere dichtheid en jagen precies dezelfde prooisoorten. En richten ware slachting aan onder allerlei kleine vogels en zoogdieren. Zonder dat ze hun aantallen laten bepalen door het voedselaanbod. Want iedere kat gaat na de jachtpartij gewoon weer thuis wiskas halen. En lekker op schoot ronken en dergelijke. En dat betekent dus dat de dichtheden aan katten in stedelijk gebied enorm hoog kunnen worden, maar ook kunnen blijven. En wat de prooisoorten daar ook aan doen, dus een muizencyclus. Hè, het ene jaar heel veel muizen, het jaar erop echt instorten van de muizenpopulatie om de roofdieren op een andere, op het verkeerde been te zetten. Dat soort trucs die in de ecologie worden gebruikt. Ja, maar huiskatten had er niks uit. Want die zijn er niet afhankelijk van eigenlijk. Dat zijn recreatieve jagers natuurlijk. En dan komt zo'n vos die wel echt... Plezierjagers. Ja, ze bestaan daar ook. Hobbyjagers, ja. Natuurlijk niet allemaal. Er zijn ook verwilderde katten die wel echt in het natuurgebied leven en rond moeten komen van de jacht en dergelijke. Nou ja, dat zijn tenminste nog katten die volgens de regels van het spel spelen. Net als een vos die ook gewoon rot moet komen van wat hij vindt. En natuurlijk, als kijk, in een natuurgebied eet zo'n vos een kadaver als hij dat tegenkomt. En in de stad een broodje shawarma. Nou goed, ook lekker. Het maakt op zich niet uit. Hè? Je ruimt op wat je tegenkomt. Maar aan de andere kant, je ziet wel dus dat tegenwoordig in zo'n stad meer van dit soort dieren bestaansrechten weten te ontlenen aan wat er gebeurt. En dat wij er als mensen eigenlijk nu de gedachtesprong moeten maken dat dat ook gewoon kan. En dat het niet erg is. Maar gedeeltelijk leven die vossen ook wel op prooidieren die gereguleerd worden, denk ik. Hè? Want wij hadden bijvoorbeeld cavia's in onze tuin en die zijn opgegeten door een bunzing in dit geval, geen vos. Maar daar kan je ook zien dat het aanbod van die prooidieren is ook niet geheel natuurlijk, natuurlijk in een stad. Er zijn ook huisdieren die buiten lopen die weer opgegeten worden door een vos. Ja, ik vind dus in die zin is het niet volledig, hoeft het niet per se uitgebalanceerd systeem te zijn voor een vos om erin te komen. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Het kan best zijn dat nog steeds leeft op dingen die wij ook. Maar ik vind een bunzing die een cavia vangt, dat vind ik wel een toegevoegde waarde. Maar een vos die een broodje shawarma eet, dat vind ik weer helemaal geen mooie. Als jij mijn kinderen uitlegt dat dat een toegevoegde waarde is. Waar woon je trouwens qua bunzing? Wageningen. Wageningen. Daar zit wat is het meervoud van bunzing? Bunzingen? Bunzingen. Dat klinkt meer als iets gezelligs bij het kampvuur. Maar jullie bieden dus cavia's aan. Nou, nu niet meer. Nu niet meer. Nee. Nu zijn ze binnen. Ja. Even over de vogels in de stad. Wat is de normaalste vogel in Amsterdam bijvoorbeeld? Ja, merels zijn denk ik wel de meest algemene, meest aanwezig. Maar koolmezen zijn natuurlijk ook, bij de tellingen kwamen die er dit jaar uit, geloof ik. Maar merels zijn volgens mij ook vaak op nummer 1 geëindigd. Ja. En goed, bekendste bijvoorbeeld zijn de huismussen die zeg maar aan de westkant van Nederland behoorlijk achteruit zijn gegaan. Hè, terwijl het in de oostkant eigenlijk op peil blijft. Dat is een jaar of 10 geleden was dat inderdaad, we hadden het er net al even over. Ja. Dat was echt groot nieuws. De mus verdwijnt. Ja, die kwamen op de rode lijst omdat ze ik geloof binnen 10 jaar gehalveerd waren. En dat kwam met name dan ook nog maar een gedeelte van Nederland, omdat het in het westen gebeurde. En eigenlijk in het habitat waarin wij ze mee associëren, in het stadshabitat, daar gingen ze juist het sterkst achteruit. Kwam misschien ook wel een beetje door die telling, want er zijn al verschillende atlasprojecten geweest waarbij ze die vogels hebben geteld. Ja. En het eerste atlasproject waren 2 miljoen huismussen geteld, maar dat ging ook wel een beetje zo van 1, 2, heel veel. En zo ging dat toen met huismussen. En toen bij het volgende project hebben ze iets beter geteld en toen kwam die schatting toch een heel stuk lager uit. Dus misschien er werd wel gezegd van misschien hebben we de eerste keer een klein beetje overschat, dat zou kunnen. Maar er is wel een flinke afname geweest en een halvering zou inderdaad dan in de buurt komen. En nou heb ik altijd begrepen dat dat te maken had met bijvoorbeeld de manier waarop pannendaken dicht maakte in plaats van zoals ze vroeger open stonden. Allerlei gootconstructies die niet meer toegankelijk waren voor de vogels. Klopt dat? Is dat waarom die mus toen zo'n
zo'n achteruitgang kennen? Ja, het waarom is wel lastig te achterhalen, want met name juist in Amsterdam bijvoorbeeld is dat niet zo heel veel veranderd. Ja, nieuwbouwwijken natuurlijk wel, maar juist natuurlijk oude stadsgedeelten is dat nog steeds hetzelfde. Maar in Amstelveen bijvoorbeeld, ik heb in mijn tuin nog nooit een huismus gehad. Terwijl ja, het ziet er prachtig groen uit en er worden nog steeds kruimels gestrooid. Dus ik vind het vrij vaag waarom ze er niet zitten. Het heeft wel echt te maken met steeds meer renovatie en nieuwbouw wat gewoon dicht is, hermetisch afgesloten. Dat is ook zo in bouwbesluit opgenomen om ervoor te zorgen. Ik denk dat het een factor is, maar bijvoorbeeld onze wijk die staat er vanaf de jaren 60. Nou, die achteruitgang is natuurlijk van latere datum en dus... Maar dat heeft dus ook wel met natuurlijke factoren te maken. Wat ik ook al eerder zei, die sperwer die in opmars is, bijvoorbeeld. Dat zijn allerlei verschillende factoren die daarop van invloed zijn. Een sperwer jaagt op mussen. Op mussen, ja, ja, precies. Ja. En je ziet ook in het gedrag van die mussen, begin jaren 90 toen die sperwer in opmars kwam, dat die mussen totaal niet berekend waren op zo'n geleid projectiel als de sperwer die als ze jongen hebben met gemak tussen de 10 en 20 mussen wegvangt op een dag. Dat is best veel. Echt? Dat heeft invloed op populatie. Maar inmiddels zie je dus dat mussen ook alarmerende types hebben aangewezen. Als jij nou alarmeert, als die wit met zwart gestreepte jongen weer komt aanvliegen, of dame eigenlijk vaak, ja. Dan moet jij alarmeren en dan vliegen wij allemaal weg. En dus het gedrag is aangepast. Dus je ziet daarbij dus ook dat... Maar dat gaat wel vrij snel, denk ik, hoor. Want ik denk dat je maar één keer hoeft te zien hoe je collega wordt meegenomen door een sperwer en dat je je les al geleerd hebt. Ja, dus nou, ik denk niet dat het generaties duurt. Zelfs een mus begrijpt dat, zeg maar. Nou, juist een mus. Oh, ja, juist een mus begrijpt dat. Nee, maar ik vind dat ook wel bijzonder, want als je bijvoorbeeld naar Zuid-Spanje gaat, dan zie je daar mussen op een stalen balk, zie je daar 5-6 nesten op elkaar gepropt zitten van gras. En dan denk je van, nou, waarom kan dat hier nou wel? Ja. Terwijl we hier een Texaco hebben staan waar geen enkele mus opduikt. En dat is... Denk ik lang niet alleen maar een probleem. Het is lang niet alleen een probleem van nestgelegenheid en ook niet alleen maar door roofdieren. Hè, er lopen veel katten, er vliegen veel sperwers tegenwoordig. Wat speelt daar dan nog meer bij? Ja, het is denk ik een combinatie van factoren. Maar ik denk bijvoorbeeld het aanbod van insecten om de jongen te voeren. Want huismussen zijn zaadeters. Hè, ze eten allerlei onkruidzaad. Ja. Ook broodkruimels natuurlijk. Maar als ze jongen groot willen brengen, hebben ze echt eiwitten nodig, proteïne. En dat haal je uit insecten. En mussen zijn nu eenmaal logge zaadeters. Het zijn geen behendige vliegenvangertjes die eventjes achter een insect aangaan. Dus je moet het echt hebben van dikke, trage insecten. En dat is relatief traag natuurlijk, want wij staan altijd nog wel mis te grijpen. Maar zo'n mussen staan er al net iets handiger in. Ja. Maar in ieder geval, doordat kennelijk dat soort insecten steeds minder te vinden zijn en steeds beperkter oplagen, zien we dus ook steeds meer dat er mussennesten, dat daar jonge musjes slecht opgroeien, veerproblemen hebben omdat ze te weinig goede voedingsstoffen hebben gekregen. En dat betekent eigenlijk dat dus van de 10 eieren niet 5 jongen uitvliegen, maar nog 3. En dat is op de lange baan levert dat wel problemen op. Zeker als je dan inderdaad nog nadenkt over verkeersslachtoffers. Huiskatten, sperwers die erbij komen kijken. Het zijn eigenlijk allemaal factoren die alles bij elkaar een beetje naar beneden drukken. Vervelend. Ja. En natuurlijk is het dan ook vervelend als ook eens een keer het hele pannendak wordt gerenoveerd en jij daar toevallig aan het broeden was. Helpt ook niet. Ja. Dus alles bij elkaar is dat wel een rol gespeeld. Plus dat er ook andere vogelsoorten bijgekomen zijn. Hè. Dus je ziet meer vinken, meer groenlingen in de stad, die eigenlijk hetzelfde werk doen wat die huismussen ook doen. Dus we zien wat meer diversiteit in het vogelland. En die ene huismus die eerst dat monopolie had, die heeft zich nu misschien eerst meer zijn plek gevonden. Ja. Ik zou het ook zeggen hoor. Dat alles een rol speelt, omdat we het niet weten, moeten we dat maar zeggen. Ja, precies. Want er is ook een factor natuurlijk, dat zal ik dat lawaai nog een keer... De mussenzang is natuurlijk befaamd, prachtig, complexe zang. Tjoep, niemand die dacht dat er een rol. Er zijn gedichten over geschreven. Ja, natuurlijk. Maar er zijn nu wel studies waarbij inderdaad nestkasten van mussen die meer lawaai hebben dan nestkasten zonder mussen, dat daar de productie echt lager ligt. Dus dat lawaai ook juist bij die mussen eigenlijk een rol kan spelen. En ik heb 2 jaar terug hebben we een onderzoek gedaan in België aan mussen die ook geringd waren, zodat we konden zien wie waar zat en wie er aan het zingen was. En bleek eigenlijk dat een hoop van die mannen helemaal niet zongen. En dat er maar een beperkt aantal mannen waarschijnlijk ook met de broed meedoet. En we weten eigenlijk... Van het beest wat eigenlijk het dichtst bij de mens zit, weten we eigenlijk het minst af van wat er eigenlijk zich afspeelt. En ze leven in clans en een aantal van die mussen, mannen, die zingen maar.
En dan een eindje verderop zit weer een andere clan. Maar doordat het lawaai-niveau omhoog is gegaan, kan best wel dat die akoestische contacten niet meer zo zijn als dat ze vroeger waren. Mm-hmm. En dat soort factoren die kunnen eigenlijk best ook weer een rol spelen en bijdragen aan een verdere achteruitgang. Want als er één ding veranderd is in onze wijk sinds de jaren 60, ja, is het niet de daken, zijn het niet de tuinen, maar is het het hoeveelheid verkeer. En die A9 die steeds drukker is geworden. Dus ik denk dat eigenlijk geluid een hele plausibele... Ik denk geluid en hoeveelheid insecten, dat echt... Dat we steeds netter zijn geworden en steeds... Nee, dat vroeg ik me nog wel even af bij die opmerkingen over de insecten. Wat is er dan weg en waarom? Nou, wat wij als ecologen vaak zien, dus de spannendste terreintjes zijn de terreintjes waar eigenlijk niks gebeurt. Hè? Braakliggende terreinen. Ja? Daar zie je ineens spontaan flora opkomen, daar komen allerlei insecten op af. Dat is niet ingezaaid, niemand heeft hierover nagedacht van wat moet hier dan precies groeien, hoe gaan we het beheren. Dat gebeurt niet, nee, we laten het gewoon liggen, we zijn even met iets anders bezig en ondertussen stiekem komt er een klein natuurgebiedje omhoog in de stad. En op den duur komt daar weer een bulldozer overheen, wordt het weer volgebouwd, maar dan ontstaat er verderop wel weer een gebiedje. Dus dat braakpark, dat zwerft heel de tijd een beetje door die stad. En je ziet dat op dat soort plekken dus bepaalde soorten opduiken. En dat zijn misschien hele gewone soorten, hè? Gewoon een distel en een herdenstasje. Maar wel soorten met een betekenis in de ecologische context in Nederland. En misschien worden we wel steeds beter in het netjes aanharken en gladmaaien en rechttrekken van ons stedelijk milieu. Want overal moet tegenwoordig beheer op natuurlijk. Het moet er wel netjes uitzien. Bewoners hangen aan de telefoon en ze zeggen, ja, maar dat plantsoen hier, dat is een rotzooi. Er lopen ratten doorheen. En dan komt iemand en dan heb je een klacht. En dan moet je daar als ambtenaar moet je daar wel iets mee doen. Dat moet je serieus nemen. Dus wordt de boel netjes geschoren en geknipt. En dan, de afvalzakken mogen niet meer kapot gescheurd worden door de meeuwen. Ja, en we hebben allemaal mooie grote kliko-bakken. En ik weet nog, toen ik mijn onderzoek in Oegstrees deed, dan die Turkse tortelduiven, die hebben een heel klein territoriumpje. Maar die gaan ergens anders vaak buiten, net buiten bebouwing op naar een boerderij of zoiets. Maar er zijn er ook een aantal van die lieve oude vrouwtjes die een hele belangrijke ecologische rol bleken te spelen. En toen kwam ik erachter dat er wel een stuk of 10, 20 territoria allemaal naar hetzelfde tuintje gingen. Ik denk, nou, dat moet een behoorlijk tuintje zijn. Dus ik ben inderdaad eens gaan navragen. En daar waren al heel veel klachten bij dat vrouwtje. Want die kocht gewoon, echt met 10 kilo zakken kocht ze zaad in. Ja. Dat ze dus en ze had ook relaties met de slager. En dat mocht niet meer, want er kwamen ook reigers en natuurlijk ook heel veel ratten. Want ze gooiden al het slachtafval en dus een grote veelheden in een heel klein tuintje. En dat, die had een enorme rol in het ecosysteem daar. Maar goed, dat mag dan weer niet. Hè? Dat moet allemaal netjes. Dat moet keurig. Maar dat was, dat mag nu niet. Maar ik neem aan dat we, laten we zeggen, 50 of 100 jaar geleden was het een tamelijk grote griebusbende, bijvoorbeeld veel in Amsterdam. Meer afval beschikbaar. Was het toen dan een nog rijkere biotoop? Zou je dat kunnen zeggen? Feitelijk wel. Ja? Natuurlijk, als je lang genoeg teruggaat, je had ook de pest en zo die met de ratten geassocieerd werd. Dus dat moet je niet willen. We moeten niet zeggen van, nou weet je, we moeten er maar gewoon een bende van maken en dan komt die natuur lekker op en dat is leuk. Ja. Nee, maar we moeten er wel een goede balans in vinden. Want het is ook voor ons geestelijk welzijn, denk ik, van belang dat we in een rijke omgeving leven. En niet alleen maar glas en beton en stoepranden zien, maar dat we dat ook af en toe... En dat we de vogels wel kunnen horen zingen, dat is al prettig. Maar ook dat de vogels elkaar kunnen horen en dat groen niet alleen maar de kleur is, maar dat het ook leeft. Ja. En dat we dat ook beseffen. En dat we dat mensen in een tuin zitten en een vlinderstruik hebben en dan zien, hey, ik heb 6 soorten vlinders om een vlinderstruik zitten, wat leuk. Ja. In plaats van, ik zie alleen maar die witte. Ja, en dat lost heel veel problemen op die we nu bijvoorbeeld hebben met water en temperatuur. Hè? Want zoals nu in een stad die helemaal betegeld is, zijn de temperaturen veel hoger dan als je groen in je stad hebt. En water, dat kan dan in de bodem verdwijnen in plaats van afstromen en dan ben je het kwijt. Als je daar rekening mee houdt, dan worden dat soort processen ook steeds beter gereguleerd eigenlijk vanzelf. Ja, precies. Dus het is niet alleen maar de beleving, bedoel je, maar er zitten ook wel echt goede, meer fysieke redenen om niet alleen maar te asfalteren, zeg maar. Ja, en het scheelt ook heel veel geld, hè, want al het water wat nu afstroomt via een riool, dat moet wel gezuiverd worden. Ja. Uiteindelijk in een waterzuivering, terwijl dat regenwater is prima voor planten om te groeien, voor beesten om te gebruiken. Dat is prima water. Ja. Ja. Ja, dat mag. Ik zie weer niks. Oh ja, daar, kijk. Er komt een microfoon, wacht even. Okay. Wat ik een heel interessant aspect vind, is die cultuur, acceptatie van natuur in de stad. In de natuur, hè, buiten de stad, is daar geen sprake van, alles is geaccepteerd, prachtig. Maar kom je eenmaal in de stad, dan zijn er heel veel mensen die vinden natuur, vinden dat onkruid. Ik bedoel, dat willen we niet.
Hoe zien jullie dat in een stad als Amsterdam? De acceptatie van onkruid, is dat nou toegenomen of neemt het af? Door minder gespoten, dus er is meer te zien. Komen mensen daartegen in verzet? Naar mijn beleving is er wel is dat wel een beetje aan het kantelen, dat punt van alles is onkruid en het moet allemaal worden aangeharkt, omdat de bewustwording van dat zogenaamde onkruid ook heel veel insecten, waaronder vlinders en bijen, aantrekt. En het is ook nog eens eetbaar, de eetbare stad, wat er allemaal tussen die stoeptegels is te vinden. Dus er zijn ook weer allemaal boeken over geschreven, dus men wordt ook steeds bewuster van hoe leuk dat is en wat voor bijdrage dat levert. En ja, er zijn natuurlijk altijd nog heel veel mensen die dat niet netjes vinden staan en die het liefst hebben dat alles strak getrokken is. 12 keer per jaar wordt gemaaid bijvoorbeeld en alles wat tussen de stoeptegel zit wordt weggespoten. Ik denk dat die mensen ook altijd wel zullen blijven bestaan. Ik weet ook niet of dat heel erg is. Maar als stadsecoloog zie ik daar ook wel een rol in om mensen erop te wijzen van wat voor waarde dat heeft. Onkruid bestaat niet in feite. Hè? Dat is een beetje een. Dat is naamgeving als je onkruid en ongedierte. Je moet het gewoon wilde bloemen noemen. Natuurlijk. Ja, precies. Inheemse flora. Inheemse flora, dat is ook een mooie. Maar toch neemt het aantal tuinen wat versteend nog steeds toe. En ik las er toevallig van het weekend in de krant over dat 40% van de Nederlanders vindt het eigenlijk jammer dat er zoveel stenen in tuinen liggen. Maar 64% van de Nederlanders heeft een tuin met heel veel stenen. Meer dan de helft van de tuin is dan steen. Ja, we zouden eigenlijk naar. Dus ergens zit er nog wel een soort van. Ja, zeg maar kink in de kabel, waarin mensen het wel willen, maar toch eigenlijk niet doen. Nee, de vraag is, moet je dat dan, moet je het afdwingen? In Scandinavië doen ze dat bijvoorbeeld. Als je dat niet doet, betaal je tegeltax. Tegeltax. Leg eens uit, hoe werkt dat? Nou ja, voor iedere vierkante meter die jij dan dus toch verhardt, daar moet je vooral belasting over betalen. Dus op die manier dit is, kan dit dat is heel duur dus eigenlijk. Ja, dit is heel duur. Ja. Dat is wel leuk inderdaad. En je hebt ook een initiatief, Steenbreek heet dat geloof ik? Steenbreek? Ja, en dat is een organisatie in Nederland en het is al in heel veel steden operationeel. En die willen dus eigenlijk zeg maar tuinen openmaken, vooral tuinen gaat het over. En die organiseren avonden om mensen bewust te laten worden hoe ze dat kunnen doen. En hoe ze ook onderhoudsvrij een ecologische tuin kunnen aanleggen. Daar gaat het ook om, hè? Om mensen bewust te laten worden van wat dat allemaal bijdraagt. En in Amsterdam, we subsidiëren ook de aanleg van groene daken. En dat heeft ook weer met rainproof te maken, een vorm van beleid. In het kader van de intensiteit van buien neemt enorm toe. Dat weten we allemaal. En dat water moet ergens worden opgevangen. En dan is een groen dak is daar een groen dak kan heel goed absorberen. Al is het alleen al een sedumlaag. Maar het isoleert ook nog eens heel sterk. Ik heb zelf onder een bitumen dak gewoond bovenin in een pand. Nou, dat is niet te hard in de zomer en in de winter kan het best wel koud worden. Dus dan zou je graag een laagje natuur opleggen, zeg maar. Ja, want dat kan isoleren al. En ik vind het zelf ook veel prettiger om op uit te kijken. Het uitzicht op groen is ook gewoon rustgevend voor je geest. Ik woon zelf in de Bilderdijkstraat, dat is hier vlakbij. Drukke straat, je krijgt de hele dag impulsen, beweging, geluid. Geuren, van alles op je af. En in de stad komen om die reden ook veel meer geestenziekten voor dan in stress ook, allerlei factoren dan. En dan is een beetje groen. Het groen ontspant. Ja, precies. Okay. Dus ik ervaar dat zelf ook met de binnentuin waar ik op uitkijk. En, het ontspant, maar het houdt je ook gewoon voor de gek. Als je voor een snelweg een haag plant, dat meet je, het decibelniveauverschil meet je eigenlijk niet. Ja. Maar als je vraagt aan de mensen, dan is er zo 3 tot 6 decibel perceptie lager. Terwijl dat is helemaal niet zo. Maar ja, groen haalt gewoon zeg maar wat uit met je hersenen, waardoor je het lawaai-niveau gewoon bijstelt. Maar, en nog sterker, in ziekenhuizen hebben ze zelfs getest dat het herstellend vermogen van mensen is. Het gaat veel sneller na een operatie als men uitkijkt op een groen dak of gewoon een groene omgeving. Of zelfs maar een foto. Gewoon het behang, als ze zelfs gewoon zo'n bosbehang, dat kent iedereen ook wel. Als men daar naar kijkt, is zelfs het herstellend vermogen al. Dus dat geeft dus aan. En de biodiversiteit, denk ik, die je met zo'n groen dak brengt, is ook best wel aanzienlijk. Zeker. 4 oktober afgelopen jaar was er vanuit het NIO een bodemdierenteldag georganiseerd. Ja. En
ik heb zelf toevallig een groen dak in mijn tuin. En er waren 10 categorieën bodemdiertjes die je kon tellen. En 9 daarvan vond ik gewoon op mijn groen dak. Behalve de regenworm. Wat zijn bodemdieren? Regenwormen? Regenwormen, pissebedden, duizendpoten, spinnen. Ik weet, ja, die telden we niet. Mollen. Ja, een mol had ik ook niet. Nee, 2. Oké, 8 van de 10. Maar dat is mollen. Toch een behoorlijke score voor een dak. Ja, ja, alles, alles ja. Eronder. Ja. Ja. Ja, we hebben de ecologische waarde van groene daken hebben we nog wel eens onderzocht. Een collega zit hier toevallig, die het dak op is geweest. En met een bladblazer, maar dan omgekeerd, zodat je dus juist zuigt in plaats van al die arme beestjes eruit. Al die arme beestjes afgezogen, ja. Dat is verschrikkelijk onderzoek. En wat blijkt dan wel, dan zie je wel bijvoorbeeld dat sedummatten, dat zijn wel ook een soort monocultuur, hè, vergelijkbaar met ons met de agrowoestijnen waar we het net over hadden. Daar zitten dan gewoon een paar spinnen en 3 wansensoorten die daar rondlopen. Maar je hebt ook groene daken die zeg maar spontaan zijn opgekomen. Dat was ook eigenlijk misschien niet bedoeld als groen dak, maar het wel geworden. En als je daar dan inderdaad gaat kijken wat daar allemaal leeft en in zijn bodem, dat is dat eigenlijk alleen alles wat vliegt. En er vliegt vrij veel, hè. Bijvoorbeeld jonge spinnetjes, die gaan ook door de lucht. Die laten zo'n draad en dan gaan ze als een soort vlieger gaan ze kilometers door het zwerk op zoek naar een nieuw leefgebied. En die komen heel snel op zo'n dak terecht. En dat zijn allemaal kleine beestjes die daar leven, waar natuurlijk weer grote beestjes op afkomen uiteindelijk. Ja, ja, ja. Grappig. Dat, tuurlijk. Iedereen mag altijd iets vragen. Dat is gewoon de huisregel. Ja. Het ging over inderdaad de soortenrijkdom in de stad. Of daar gaat hij echt de hele avond al over. Maar ik kan me voorstellen dat voor beesten die vliegen, vogels, dat het een stad veel makkelijker is dan alles wat loopt. En die film die jij aanhaalde, over die vos bijvoorbeeld, die gaat op zoek naar een nieuw gebied. En bij de Westerpoort, daar hebben ze dan heel veel gebied, maar dan gaan ze de stad in en worden ze aangereden. Maar is dat zo inderdaad dat voor lopende beesten moeilijker is in een stad? En vraag 2, is er iets aan te doen? Die hebben natuurlijk veel meer barrières die ze, u noemt het zelf al, de wegen die zij tegenkomen. Daar hebben we wel een oplossing voor bedacht, namelijk de ecologische structuur van Amsterdam is onderdeel van de structuurvisie. Dus dat is echt beleid, dat wordt echt door de politiek gedragen, ook door de VVD, wat wij dan weer heel erg leuk vinden. Zelfs de VVD. Zelfs de VVD, ja, maar die zien ook wel in dat het onderdeel is van de leefkwaliteit van de stad. Maar terug naar die ecologische structuur, die dient echt als een soort van gezonde groene aderen door de stad, waar langs die grondgebonden zoogdieren hoofdzakelijk dat zijn bewegen. Dan echte routes? Routes. Ja, ja. De groene aderen van de stad. En er zijn allerlei barrières, zoals bijvoorbeeld tussen het Gijsbrecht van Amstelpark en het Amstelpark. Daar ligt de Europa Boulevard. En eekhoorns willen daar graag oversteken, want die willen ook naar het Amsterdamse bos. Ja. Nou, genetische uitwisseling is uiteraard heel belangrijk bij dat soort soorten, ook om populaties in stand te houden. Dus die beesten die werden daar vaak aangereden. Heel simpel, er is een eekhoornbrug gespannen, een touw met een soort loopbruggetje wat daaronder hangt. Heel simpel. Ja, dit is het ding bij... dit is de dure variant. Bij Wassenaar, volgens mij. Iets goedkopere variant. Het probleem aan dit ding was dat het er fantastisch uitziet, maar het werd niet gebruikt. Ja, dat Maar jullie hebben een touwtje gespannen. 2 eekhoorns in een jaar lopen daar overheen. Ja. Dat leidde tot wat vragen inderdaad van mensen die zeggen, we hebben zo'n dure brug gebouwd. Lopen er maar 2 eekhoorns over, maar dat is genoeg om de genetische uitwisseling tussen die 2 populaties in stand te houden. Dus dat is 1. En ten tweede is natuurlijk dat het een beetje raar dat je rendementsdenken toepast op de natuur. Want het zijn vrije eekhoorns, dus ze mogen oversteken, maar ze hoeven niet over te steken. Ja, nee, dat is heel goed gezegd. Ja. Maar jullie hadden dus een wat goedkopere versie, namelijk een M-touw. Ja, wij hebben een betrekkelijk goedkope variant. Maar die ecovisie daarin staan dan bijvoorbeeld, dus de ecologische structuur hebben we. En in de ecovisie staan de 180 knelpunten, zoals wegen die barrières vormen, maar ook andere barrières. Die moeten worden opgelost voor 2020. En dan een soort dotterbehandeling van die groene aderen. Oké, okay, interessant. Zien. En daar profiteren dan die grondgebonden dieren voor die het een stuk lastiger hebben, uiteraard inderdaad dan vogels en op de grond zijn wij met alles wat rijdt. Spinnetjes en zo. Oké, een van de factoren waar we het nog eigenlijk helemaal niet over gehad hebben is licht. Het is licht in de stad en ook buiten de stad als je lantaarnpalen neerzet. Bij ons is Camille Spoelstra van het NIO, het
Instituut voor Ecologie in Wageningen. Niet de universiteit. Nee. Ja, dit is een grapje. Wij spraken elkaar vorige week. En toen kondigde ik hem aan als van de Universiteit Wageningen. En toen is hij bijna naar huis gegaan. Ja, het scheelt niet veel mee. Oké, okay, maar Camille, ga zitten. Camille Spoelstra, dames en heren. We hebben jou gevraagd om hier even wat meer uitleg te geven over de factor licht. Je doet onderzoek naar de effecten van licht op dieren en diergedrag. Om te beginnen, dat onderzoek, hoe richt je dat in? Wat doe je dan? Nou, het plan was om het effect van licht een beetje los te trekken van al het andere wat wij doen als mens. Er is altijd een en ander bekend van wat licht met planten en dieren doet. Ja. Maar dat is eigenlijk altijd bestudeerd in stedelijke omgevingen. En daar heb je natuurlijk veel meer. Dan heb je ook bebouwing, je hebt geluid en verkeer en luchtvervuiling. Ja. En er is verrassend genoeg heel weinig bekend wat licht nou eigenlijk precies doet. Licht alleen met planten en dieren. Ja. En om daarachter te komen zijn we experimenteel gaan verlichten. Dat betekent dus dat je op plekken waar eigenlijk nog helemaal geen licht is, we hebben speciaal voor de meest donkere plekken in Nederland voor gezocht, daar hebben we verlichting aangebracht en daar houden we heel precies bij wat daar verandert. Hoe plant en dier daarop reageert. Dus je zet letterlijk lantaarnpalen in het bos? Ja, we hebben 120 lantaarnpalen in het bos gezet. Moet je daar een vergunning voor hebben trouwens? Ja, heel veel zo. Want dat vindt het bos niet leuk. Het is een heel, heel bijzonder project in die zin dat je natuurlijk... We zitten op de Veluwe en ook in Drenthe en dan kom je bij terreinbeheerders aan die ongelooflijk hun best doen om al die prachtige natuur zo goed mogelijk te beheren. En dan zeg je, we willen eigenlijk graag wat weten over wat licht nou doet met onze flora en fauna. Zouden we niet wat terrein voor jullie mogen verlichten? En dan wordt er vaak even stevig nagedacht. En ja. We konden lang niet overal terecht en dat is heel erg begrijpelijk. Maar uiteindelijk hebben we toch op veel plekken dat mogen doen, omdat ook de terreinbreders gewoon heel erg veel belangstelling hebben. Nou, die willen dat ook gewoon weten. En op die manier hebben we toch op plekken die echt gewoon donker zijn, hebben we gewoon... we hebben niet de hele Veluwe verlicht, hè. We hebben gewoon maar relatief kleine stukken verlicht. Ja. En dan ga je dus kijken naar de effecten van bepaalde verlichting op een ecosysteem of op bepaalde dieren. Hoe precies kijk je dan eigenlijk? Ja, nou, allereerst was de vraag van, gewoon wat doet licht aan zich? Ja. Dan is de volgende vraag was een klein beetje van, hoe werkt dat nou op iets langere termijn? Hè? Licht wordt nooit neergezet voor maar een paar dagen. Dat is ergens verlichting wordt aangelegd langs een bosweg of iets dergelijks. Dat staat al tientallen jaren zo niet voor altijd. Ja. En ook een belangrijke vraag was van, hoe zit het nou eigenlijk met de kleur van het licht? We leven een heel grappige tijd. Bijna alle verlichting buiten wordt vervangen door nieuwere types licht. En een heel belangrijk type licht daarin is LED-licht. En dat iedereen kent het wel, hè? Iedereen heeft kleine LED-lampjes en LED-lampjes in zijn huis. Maar ook lantaarnpalen zijn tegenwoordig heel vaak LED-licht. En het leuke van het LED-licht is dat je de kleur van het licht kun je manipuleren. Eigenlijk naar believen bijna. Ja. En dat biedt de mogelijkheid om te gaan kijken of je nou misschien met, als je bepaalde kleuren weglaat, of vervangt, of een beetje compenseert met andere kleuren, of dat misschien voor bepaalde diergroepen wat minder belastend is. En dat hebben we ook gedaan. Dus we testen niet alleen wit licht, maar we testen ook groen licht, waar we wat meer blauw in hebben toegevoegd en wat minder rood in hebben gestopt. Groen. En we testen ook juist rood licht, met wat minder blauw en wat meer rood. En wat is wat vindt de natuur ervan? Ja, dat is veel te algemeen. Ja, dat is veel algemeen, ja, zeker. Je bekijkt bepaalde dieren. Laten we over dieren hebben. Ja, diersoorten. Ja, ja. Ik weet dat je onderzoek doet aan muizen. Ja, ja. Vogels? Vogels, vleermuizen, nachtvlinders. Ja. Ja, ja. En wat voor effecten zie je dan van licht? Nou, de meest simpele effecten zijn eigenlijk afstoting of aantrekking. En dan heb je ook nog weer die effecten op verschillende kleuren. Maar om heel duidelijk voorbeeld te noemen van muizen. We wisten eigenlijk niets van muizen, er was eigenlijk helemaal niks bekend van muizen. In het laboratorium wel, hè, want de halve laboratoriumpopulatie en dieren, dat zijn natuurlijk muizen. Ja. Maar wat er in het vrije veld, hoe muizen in het vrije veld reageren, dat wist eigenlijk niemand. En we hebben daarvoor bosmuizen genomen. Dat is de meest gewone soort die je in het bos tegenkomt. Ook in het buitengebied uiteraard. Ja. En verrassend genoeg, we hadden eigenlijk gedacht dat die bosmuizen misschien iets minder sterk op rood licht zouden reageren, omdat ze dat niet zo vreselijk goed kunnen zien. Ze zien vooral blauw licht. En dat heeft te maken met het feit dat er 's nachts ook eigenlijk relatief veel blauw licht is. Dus als je je ogen ergens voor wil gebruiken, dan doe je er goed aan om blauw licht te kunnen zien. Ja.
Maar verrassend genoeg is het zo dat die bosmuizen zich door alle kleuren licht sterk laten verjagen. In elk geval zien we een sterke reductie van activiteit. Ze houden niet van licht? Nee, ze houden niet van licht, heel duidelijk. Ja, zeker. En dat heeft natuurlijk allerlei consequenties. Hè. Dat heeft er weer gevolg voor de zaadverspreiding van planten. En ook uilen hebben natuurlijk minder muizen ter beschikking als het ergens licht is. Maar een ander voorbeeld zijn nachtvlinders. Nou, van nachtvlinders, dat wisten we al een klein beetje. Die worden veel sterker aangetrokken door groen licht. Hè. Die zijn met name door blauw licht aangetrokken. Mm-hmm. Dat kunnen we ook heel duidelijk zien. Vleermuizen, dat is een belangrijke groep. Daarom moet je heel duidelijk onderscheid maken tussen vleermuizen die eigenlijk niet bang zijn van licht en vleermuizen die bang zijn van licht. Dat heeft te maken met een, niemand die het precies weet, of die het zeker weet, maar de hypothese is dat het te maken heeft met de vliegsnelheid. Dus dat die vleermuizen gewoon zich kunnen permitteren om, sommige vleermuizen zich kunnen permitteren om rond dat licht te jagen. Omdat ze gewoon snel en wendbaar zijn en daardoor minder snel gepakt kunnen worden door uilen. En waarom jagen die vleermuizen nou rond dat licht? Dat heeft niks te maken met het licht zelf. Ze vinden het licht waarschijnlijk helemaal niet zo prettig. Maar rond dat licht heb je allerlei insecten die zich verzamelen. Dus daar is voedsel. Prooidichtheid is veel groter. Ja. Maar je hebt dus ook een andere groep vleermuizen. En dat is typisch een groep vleermuizen die veel minder algemeen is. Ook in de stad niet zo algemeen. Die hebben echt last van het licht. En die laten zich sterk uit een territorium, uit een leefgebied drukken door dat licht. Ja. En daarbij speelt lichtkleur zeker een rol. Ja. Als je nou per saldo iets moet zeggen over de invloed van licht op bijvoorbeeld het dierenleven, is de stad dan een slechte omgeving voor dieren of een per saldo netto wel goede omgeving? Als je het op licht bekijkt, de stad is natuurlijk, dat kwam hier ook al vaak naar voren. Nee, maar je had het licht, heb je geïsoleerd door buiten de stad dit te gaan bestuderen. Ja. Maar nu halen we het even terug de stad in. Jazeker. Wat doet het nou? Nou, het is eigenlijk zo dat, met een slag om de arm, het licht overstijgt de situatie een klein beetje. En dan wil ik graag een mooi voorbeeld geven. Een grote vleermuis, dat is een vleermuis die met enorme oren, een grote vleermuis, en die vliegt heel erg langzaam. Nou, je voelt hem al aankomen, het is een lichtschuwe vleermuis. Die komt voor in de stad. Maar je ziet hem haast nooit en je hoort hem haast nooit op je detector, omdat hij zo'n zachte sonar heeft. Maar wat hij zeer waarschijnlijk doet, is in de stad de allerdonkerste plekken opzoeken. Dus wat je dan eigenlijk zegt, binnen in de stad, de stad is dan niet noodzakelijkerwijs een slechte leefomgeving voor die grote vleermuis. Mm-hmm. Maar wat wel belangrijk is dat je binnen een stad dan zorgt dat er voldoende donkere plekken zijn waar die grote vleermuis dan kan jagen. Ja. Dus dan kun je zeg maar een soort aanpassing plegen of in ieder geval zorgen dat het niet overal even hard licht is. Ja, zeker. Als je die vleermuis wil hebben tenminste. Als het om die vleermuis gaat, zeker. Ja. Is dat nou iets, jij kent hem, ik ken hem omdat jij het me verteld hebt. Ja. Maar als het om die grote vleermuis gaat, want als het om een dwergvleermuis gaat, die vindt het fantastisch. Die insecten die rond dat licht, dat is ideaal. Dan hoeft hij niet zoveel te jagen en binnen de kortste keer heeft hij zijn buikje vol en klaar. Maar er is dus eigenlijk niet een algemeen recept, licht is slecht, licht is goed. Nou, door de bank genomen is het zo dat de meeste dieren toch niet zo vreselijk aangepast zijn aan het licht. Dus het is altijd wel goed om te zorgen dat de lichtproductie beperkt blijft. Ja. Je bent nog steeds met experimenten bezig. Ja, die dingen die we zagen, ik weet niet of dit een opstelling is. Ja, dit is een van de opstellingen. Dit is een rijtje lantaarnpalen met rood licht, dus je ziet het al, in op de Veluwe, in de bosrand. Ja. Zit je nou s'nachts daar muizen te tellen of hoe doe je dat? Muizen is een heel grappige groep eigenlijk. Toen we begonnen met het project, toen dachten we hoe moeten we dat nou doen, die muizen? De traditionele manier is met kleine inloopvalletjes. Dat zijn aluminium doosjes met een klapdeurtje erin. En die muis die blijft in principe leven als je er snel genoeg bij bent. Nou, we hebben 32 van die rijtjes lantaarnpalen. En als je daar een goede muizenmeting wil doen, dan moet je daar tenminste 3 nachten met 20 vallen vangen. 2 keer per jaar. En die vallen moet je ook nog eens 3 keer per nacht controleren. Want als je dat niet vaak genoeg doet, gaan die muizen gewoon dood. Dit eindigt in een heel groot getal. Dus dat is niet te doen. Dus toen er waren nog heel weinig mensen, of eigenlijk niemand die dat op die schaal deed zoals wij dat wilden doen. Maar wat blijkt, dus we leven een hele leuke tijd wat dat betreft. We hebben cameravallen zo aangepast dat we daar muizen mee konden fotograferen, automatisch. Dus gewoon een muis komt voorbij lopen en die cameraval die fotografeert die muis. Ja, ja. Nou, er moest nog een heleboel standaardisatie zijn. Je moet natuurlijk controleren voor de vegetatie en andere dingen. Dus we hebben een soort arena gemaakt waar die muis in gefotografeerd mag worden.
je moet een klein beetje aantrekken, want er zijn in principe niet, er zijn te weinig, de muizendichtheid is zo laag dat je eigenlijk niet genoeg fotografeert. Maar uiteindelijk, we hebben misschien nog een foto van die muis op een tegel, zou dat kunnen? Nou goed, maakt niet uit. Maar muizen aan, een beetje aantrekken, hoe klein beetje doe je dat? Met een beetje visolie gaat het. Visolie? Ja, ja, ja. Dat ja, vinden ja, ze lekker? Dat vinden ze lekker ruiken, ja. Aha. Ja. En daarmee kun je uitstekend muizenactiviteit meten. En ja, van een van de groepen waarvan we van tevoren hadden gedacht van nou, dat wordt echt een groot probleem om die goed te kunnen meten, hebben we nu eigenlijk de beste gegevens. Want die zijn heel enthousiast over die visolie van jullie. Ja, nou, we kunnen ze ook gewoon heel erg, voor de natuurterreinen, gewoon heel op afstand, of eigenlijk zonder verstoring en geheel geautomatiseerd s'nachts meten. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de vleermuizen. Dat doen we met een vleermuisdetector. Nou, dat kwam al even ter sprake. Ja. Nou, die heb je in allerlei varianten. Een vleermuisdetector waar je de vleermuis direct kan horen, maar ook eentje waar je een geheugenkaartje in stopt. Dat doen we ook. We zetten vleermuiskasten langs die rijtjes met lantaarnpalen neer. En zo meten we eigenlijk s'nachts de vleermuisactiviteit. Dus je hoeft er niet alsmaar naast te zitten. Nee, dat is ook. Je had een vraag. Ja, ik had een gedachte, Camille. Je zegt zonder verstoring, maar zijn ze door die visolie niet allemaal aan de diarree dan intussen? Ja, nou die visolie die kunnen ze niet eten. Oh, die eten ze Nee, dat is grappig. De arena is een tegel. En we begonnen ook de traditionele manier om muizen te lokken in West-Europa, zeg ik pindakaas. In Oost-Europa doen ze dat weer anders, maar dat is een ander verhaal. En daar hadden we een beetje pindakaas in die tegel gesmeerd, maar bij een van de eerste proeven kwam er een boomarter en die vrat al die pindakaas op. En wat je nou niet wil hebben is dat je bij het groene transect dan alle pindakaas weg is en bij het rode transect niet, waardoor er bij het rode transect wel nog veel muizen zijn, bij het groene niet, terwijl het misschien wel allemaal andersom is. Een klein beetje vissel die trekt in die tegel en ze kunnen het alleen maar ruiken, maar ze kunnen het dus niet opeten. Dus die aantrekking blijft constant. Ja. Dus kijk, daar zit hij. Dit is die tegel waar je het over hebt. Ja, dit is zo'n tegel, precies. En dit is nog een beetje in het begin, denk ik. Maar in elk geval, jij ziet hier een bosmuis en die vindt het daar verschrikkelijk lekker ruiken. Dus die zit op die tegel. Ja. Goed, interessant. Licht kan goed zijn, maar meestal niet. Ja, dat onthoud ik van je verhaal. Ja. Camille Spoelstra, dames en heren, dankjewel. Camille, ik heb nog één vraag. Ik hoorde een raar verhaal dat bepaalde vogelsoorten het licht van de snelwegen bij nacht volgen om steden te vinden. Inclusief het nemen van de afslagen naar de stad. Is dat een sprookje of is dat echt waar? Van het licht weet ik het niet, maar ik weet wel dat de snelwegen gevolgd worden. Ja. Is het een studie met duiven geweest? Ja, volgens mij was het duif. Ja, in Italië? Ja. Overdag. Overdag, precies. Ja. Oh, dat is overdag. Ja, zeg maar, precies. Die terug naar huis gaan. En dat is gewoon duidelijk. Ja, dan hebben gewoon een bepaalde afslag en de A2 of de A1. Ja. Ja. Ook ecologisch. Goed, Camille, dankjewel. Ja. Oké, tot slot. Want we beginnen alweer aardig op stoom te raken. Wil ik het graag hebben over natuurbeheer. We hebben veel gehoord over wat is er. Hoe moet je er naar kijken? Is het meer dan beleving? Er zijn voordelen aan groen die verder gaan dan of het mooi is of leuk om te zien. Maar natuurbeheer, dus bouwen of laten we zeggen leven in de stad, ook met inachtneming van die natuur. Even Amsterdam, omdat we daar zijn. Mm. En dan ook Rotterdam trouwens, omdat we daar niet zijn. Er is beleid om met die natuur te leven. Daar heeft de gemeente een beleid over geformuleerd. Ik weet niet of dat iets nieuws is of al heel lang bestaat. Maar er zijn regels waar we ons aan houden die ook te maken hebben met de natuurwaarde die om ons heen is. Ja. Je mag ergens niet bouwen omdat. Of wel bouwen, mits. Ja, ik denk vanuit het groen. Wat ik weet vanuit het algemeen uitbreidingsplan van Eesteren in 34 al werd al ingestoken. De stad moet veel groen hebben. Dat is belangrijk voor de stedelingen om daarin te kunnen recreëren en waarin de geest tot rust kan komen. Want wat wij nu allemaal, waar wij het over hebben, daar hadden ze het bij de aanleg van het Vondelpark ook al over bijvoorbeeld. Ja? Dat het belangrijk was voor het welzijn van de mensen dat er groen in stedelijk gebied aanwezig was. Maar waar wij vanaf de jaren 90 steeds meer mee bezig zijn, is ook natuur in de stad. Dat accepteren dat dat ook onderdeel is van de natuur. Dus ook die biodiversiteit. En wij zijn in Amsterdam zijn we heel
stevig bezig vanuit beleid, ook zoals die ecovisie, de ecologische structuur, maar ook ecologisch groen beheer. Dat is ook iets waar we steeds meer op aansturen. Dus niet 12 keer per jaar maaien, maar de boel ook gewoon wat meer laten verruigen. Voor insecten ook. Er is ook een motie aangenomen bij de gemeenteraad om de stad bij- en vlindervriendelijker in te richten. Dus er ontstaan overal bijenlinten in de stad en vlinderlinten. Nou ja, dat soort beweging wordt vanuit het beleid ook sterk gestimuleerd. En ja. Nou ja, ook het verlichtingsverhaal van Camille, daar zijn we ook mee bezig, bijvoorbeeld vanuit de ecologie. Mochten wij meeschrijven als ecologen aan het verlichtingsplan van Amsterdam. Volgens mij zei ik nog op het Vleermuis in de Stadssymposium, dat is een van onze verbeterpunten, daar moeten we nog iets mee. Nou, en toen kwam dat beleidsplan op de proppen, dat moet opnieuw worden geschreven. Dus de kans, want dan kunnen we ook de ecologische structuren in de stad, die mogen wel wat donkerder zijn. Maar ook tijdens bouw, op bouwterreinen, worden enorme lampen gebruikt. Die grenzen vaak aan belangrijke structuren in de stad. En daar wordt helemaal niet over nagedacht vaak, maar ja. Nou ja, nu en, steeds meer. En jullie rol is dan ook om daar wel over na te laten denken? Ja, om daarover na te denken. Want dat is vaak, men wil wel, maar men weet niet. Dus, hè, ja. En soms wil men uiteindelijk alsnog niet. Hoe is dat in Rotterdam? Nou ja, in Rotterdam wordt daar natuurlijk ook al heel lang over gesproken. Ik denk dat, kijk, er wordt gezegd natuurbeheer, maar het is natuurlijk gewoon, het is natuurlijk groenbeheer. Want ja, natuur beheren, dat doe je gewoon, eigenlijk moet je niks doen, dan krijg je natuur. Maar als je zegt van nou, we willen graag die grote oorvleermuis, die waar Camille net over had, die willen we behouden voor onze stad. Ja, dan moet je nadenken over hoe gaan we dat dan realiseren. Want een stad is natuurlijk stenig en licht en lawaaierig. En daar wonen veel mensen, dus het is wel verstoring. Ja. Maar toch willen we daar dan bepaalde planten en dieren in behouden. Dan denk ik dat dat geluid dan juist ook vanuit je bevolking moet komen. Dus je kan niet zomaar als overheidsorgaan zeggen van nou, we gaan dat doen. Hè, we doen iets met groenbeleid. Maar het geluid moet denk ik ook vanuit de mensen komen. En nou, in Rotterdam is dat nadrukkelijk het geval geweest. Er was een stadsinitiatief. Mm-hmm. Mensen konden hun idee inzenden naar de gemeente. En de hele stad kon daarop stemmen, op het beste idee. Yeah. En een van die ideeën was, dat noemde men de Groene Marathon. Dat was eigenlijk een doorlopende route, groen, om al die kleine bosmuisjes en egeltjes en kikkers de gelegenheid te geven om door het groen door de stad te lopen. En natuurlijk ook de Rotterdammer, die dan diezelfde route ook kon afleggen. En dat was een doorlopende groene ronde van 42 kilometer. Die structuur waar... Dat is ook een soort groene structuur, die werd toen anders genoemd. Nou ja, het oogste heel veel lof en heel veel stemmen ook. Niet gewonnen, want Rotterdammers houden wel van groen, maar zouden nog net iets meer van een schaatsbaan overigens. maar dat is niet erg, want het signaal was wel duidelijk, ook aan de politiek, van nou, er is wel vraag naar, mensen willen dit wel. En natuurlijk wil men niet een groot groen slot op de stad, hè, want men moet wel de stad kunnen ontwikkelen. Misschien is Rotterdam daar nog wel iets verder gaande in dan andere steden in Nederland. Maar er is nu wel een natuurkaart, die verdacht veel op die marathon lijkt overigens. En waar ook wel dus nu afspraken over zijn, over hoe gaan we dat nu voor elkaar krijgen. En er zijn ook nieuwe er is ook bijvoorbeeld een blauwe verbinding, waarbij dus watergangen door de stad weer aaneengesloten zijn, ook met groen, met het buitengebied, waarbij oude rivierarmen van de Oude Maas naar de Nieuwe Maas, dat die weer bijna helemaal hersteld zijn, zodat je in ieder geval met je kano daar helemaal doorheen kan gaan. Maar als je met je kano daardoor kan gaan, dan kunnen de vissen dat ook, dan kunnen de insecten dat ook. Ja. Dus er wordt wel echt iets mee gedaan en het belang daarvan wordt wel benadrukt. Net als dat er natuurlijk steeds meer de term ecologisch beheer valt. En dat het ook bij de beheerders van de stad, dat die ook bij de experts langs gaan om te vragen van goh, kunnen jullie ons tips en trucs geven, want we willen daar iets meer mee doen. Een goed voorbeeld is het Kraankse Bos, waar wij al jarenlang monitoren hoeveel planten en dieren daar leven, wat de ontwikkelingen zijn. Maar we geven ook de beheerder meteen tips en trucs mee, waar winstpunten mogelijk te behalen zijn. Ja. En dat past men toe. En dan zie je ook meteen het effect daarvan. En dat motiveert iedereen eigenlijk om dat te blijven doen. Dus ik denk dat terugkoppeling dan daaruit, vanuit de ecoloog, maar ook vanuit de burgers, dat het heel belangrijk is. Zodat je eigenlijk met z'n allen beseft waarmee je bezig bent. En dat je ook een mooie stad, dat het gevoel krijgt dat je een mooie stad hebt. Ja. Waarin iets te beleven valt. Ja. Het is wel grappig dat je zeg maar van beleid via
beleid naar de burger komt. Ja, ik kan er nog wel mooi bij aankomen. Nou, ik wou je net vragen, jij had straks dat vrouwtje met de slachtafval en zakken zaad. Maar wat kan een burger nou eigenlijk doen als het om natuur gaat? Nou, ik weet niet meer. Wat erbij aansloot is dat iets van 10 jaar terug kwam er een technisch milieuadviesbureau bij mij aankloppen om te vragen van nou, wat doet lawaai nou met de vogelbevolking? Ja. Want wij adviseren architecten, wij adviseren bouwtechnische plannen, urban planners. Nou, toen hebben we samen dingen gedaan. Toevallig kwamen die vorig jaar weer bij mij. Uh-huh. En die zeggen van nou, er zijn wel studies die laten zien dat vogels in een omgeving ook hè, de gezondheid positief beïnvloeden van mensen. Je huis kan beter verkocht worden als mensen dat soort positieve associaties hebben. Alleen zijn de studies heel weinig specifiek. En als je de kennis, bijvoorbeeld nu hier bij Vogelbescherming Nederland, weet over welke habitattypes in de stad welke vogelsoorten aantrekken, zou je dat veel specifieker kunnen maken. Dus wij proberen toevallig dit voorjaar, gaan we een test doen, met welke soorten nou eigenlijk als een positieve associatie opwekken en het beeld van de stad eigenlijk positief beïnvloeden. En dus we gaan kijken naar eksters, naar kraaien, naar roodborstjes, naar winterkoningen, merels. Ja. En wij verwachten dat daar een grote variatie in zit natuurlijk. En dat niet iedereen van meeuwen houdt, maar dat misschien wel iedereen van merels houdt. En dit bureau, dat zijn totaal geen biologen, die zijn akoestisch geïnteresseerd, zijn ingenieurs. En die willen dus daarmee kunnen aangeven dat als je een bepaalde beplanting meeneemt in je urbane plan, ja, dat je ook een vogelhuishouding meeneemt die een betere leefomgeving schept. Hoe ga je dat trouwens uitvoeren? Is dat een enquête dan of zo? Of hoe werkt dat? Nee, we gaan kleine stukjes film maken van allerlei stukjes stadbeelden. Heel veel. Ja. En die gaan we koppelen met het natuurlijke achtergrondgeluid op die plek. En daar kunnen we het achtergrondlawaai variëren. Maar we kunnen er ook dus een vogelsoort doorheen mixen. Uh-huh. En we vragen alleen maar, van, nou vind je dit een mooie stadsomgeving? Ja, ja, ja. Wat is je idee hierbij? En nou hangt het ontzettend af van welke doelgroep je hebt natuurlijk. Want als we dat hier zouden vragen of we vragen het onze biologie studenten, dan krijg je natuurlijk iets heel anders dan als je in een bejaardenhuis of op een lagere school of op een middelbare school zoiets gaat doen. Dus daar zijn we nog een beetje mee aan het worstelen. Want we willen eigenlijk aansluiten bij de doelgroep van zo'n architectenbureau of van een stadsplanning. Dus we willen eigenlijk de wijk in, maar dat maakt natuurlijk gelijk het testen moeilijk. Maar we gaan dus eigenlijk mensen vragen om in een omgeving waar ze alleen maar een videobeeld krijgen en een geluid daarbij, wat niet per se verteld wordt van nou, hoor je die vogel wel zingen? Nee. Gewoon het onbewuste invloed op of ze een bepaalde omgeving prettig vinden of niet. En iedere omgeving zit er dus in met en zonder vogelgeluid. Ja, ik wou nog even een dingetje aanvullen, want we hadden het net al eventjes over, dat het gaat over natuurbeheer in de stad. Hè. Je wil meer natuur in de stad, maar ik denk dat het grootste groengebied in stedelijk milieu, dat is onze eigen achtertuin. Ja. Ondanks dat er nog heel veel tegels in liggen in sommige tuinen misschien, is dat juist misschien ook wel je grootste potentieel om daar wat aan te doen. Dus als mensen echt daarmee begaan zijn en zeggen van nou, ik wil daar iets meer mee doen, ik vind het belangrijk, dan kan je daar zelf eigenlijk al mee beginnen. En natuurlijk is een onderhoudsvrije tuin is ook veel waard, want ik denk dat mensen gewoon eigenlijk geen tijd hebben om heel veel tijd in hun tuin te steken. Dan zeggen, nou dan doen we wel tegels, dan is het lekker makkelijk, dan hoef ik er niet te maaien of de rozenstruiken te knippen. Ik zeg dan altijd, moet je over 4 jaar terugkomen met die tegels, hoe het er dan uitziet. Ja, als je niks doet, dan krijg je vanzelf iets moois natuurlijk. Dus, maar ik denk dat dat is eigenlijk het grootste groengebied in de stad. En het beheer zit eigenlijk bij al die mensen die daar wonen. En iedereen zet zijn eigen planten en zijn eigen keuze daarin. Dat maakt ook natuurlijk dat je ook heel veel diversiteit in planten hebt. Waardoor het ook, denk ik, weer de andere diversiteit weer daar verder op kan bouwen. Dus, bij Saldo is het dus ook van belang wat mensen gewoon in hun eigen niet alleen naar de gemeente doen, kijken. Zou je kunt zelf heel veel bijdragen. Ja. Insectenhotelletje. Ik heb zelf ook mijn hele balkon volgehangen met... Het is een boomstammetje met een paar gaatjes erin die is geboord. Kunnen metselbijtjes weer wegkruipen. Dat soort kleine dingen is al... Dat soort kleine dingen. Ja. Je kunt nestkastjes ophangen. En als je een tuin hebt, inheemse plantensoorten, klim op. Mensen vinden dat vaak spannend, maar is heel waardevol voor de baatplant, voor insecten, voor vlinders bijvoorbeeld. Maar bloeit ook heel laat in het jaar, waardoor weer nectar aanbod is. Laat het jaar voor insecten bijvoorbeeld. Weet je? Dus je kunt heel veel zelf al doen met
Dus juist die kleinschaligheid, denk ik ook, die kan je zelf aanbrengen. Er is een onderzoek geweest naar stadslandbouw, kleine zeg maar volkstuintjes, dat soort dingen. Die hebben vaak een veel hogere biodiversiteit dan grote parken die homogeen beheerd worden. Dus als burger kan je juist echt die kleinschaligheid aanbrengen. Bijvoorbeeld ook een klein composthoopje in je tuin waar weer bodembeestjes in kunnen leven. Of die oude vrouwtjes een gang laten gaan. Ja, precies. Ja, echt die kleine petjes in het landschap. Kliko de deur uit. Ja. Maar in die variatie, dat kleinschalige, daar zie je wel belang ook. Ja, zeker. Want dat is ook waar dan en diversiteit vandaan gaat komen. Maar ook waardoor je meer groen, meer processen geregeld krijgt. Meer open bodem, meer wateropvang. Ja. We gaan het hier ongeveer bijhouden. U mag natuurlijk straks in het café nog eindeloos verder praten wat mij betreft. Prima. Ik heb nog een paar dingen die we even moeten bespreken. Eén daarvan is dat wij aan Anneke Brokker hebben gevraagd of zij een lentewandeling, of in ieder geval een natuurstadswandeling, zou kunnen organiseren. Dat ga je doen. Ze zei ja. Ze zei ja. Op 9 april namelijk, in de ochtend, dat is een zaterdag van 10 tot 12. En u kunt mee als u dat wilt. Nu is er niet heel veel plaats, dus dat wordt rennen of vechten, dat weet ik niet precies. Dat is plaats voor 15 personen. Vanwege de herrie in de stad, hè? Zover rijdt die stem. Je kunt niet harder schreeuwen, zeg maar. Nee. Wie mee wil op 9 april, die kan zich opgeven bij CB. CB is daar boven, staat nu met haar hand omhoog. U kunt uw e-mailadres eventjes in haar spreadsheet tikken. En daarbij moet ik meteen zeggen dat het €5 kost. €5 en dat nu te voldoen is ook. Ik weet niet of dat een probleem is, maar dat zoekt u dan maar uit met de bar en pinnen en weet ik veel. Ik zou zeggen dat zo dadelijk nadat wij klaar zijn. U krijgt heel veel waarde voor uw geld, hoor. Waar gaan jullie heen? Want ik ben van plan om te starten in het Leidse bosje. Dat is het kleinschaligste bos van Amsterdam, denk ik. Maar ik ga de stad in, de grachten op. En daar is verrassend veel te zien. Dat is juist veel leuker dan een park inlopen. En ik geef dat soort excursies vaker. En wat ik achteraf vaak hoor is van mensen die zeggen van god, dit is een hele nieuwe dimensie die voor mij openbaart. En het is leuk. Ja. Oké, okay, nou dat, als het droog is dat op 9 april. Ik zou zeggen, gaat u mee als u het leuk vindt. Ik dank mijn panel en dan gaan we daarna naar Jelle Reumer, onze columnist natuurlijk. André de Baardemaker, dankjewel. Anneke Blokker, Hans Slabbekoorn en Siska Veen. En Camille Spoelstra ook. Tot slot, Jelle Reumer, die overigens volgens mij de bedenker is van Bureau Stadsnatuur Rotterdam. Juist, maar dat geheel terzijde. Jelle Reumer. Oh. Daar is hij. Goed, afgelopen week wandelde een blauwe reiger door Twitterland. De aanleiding was een foto, en die ziet u hier geprojecteerd, die vogelaar Adrie Streefland had geplaatst op de website waarneming.nl. Dat is een site waarop alerte vogelaars, wakkere botanici en oplettende entomologen hun waarnemingen wereldkundig maken. Bij voorkeur voorzien van een scherpe foto om de accuraatheid van de determinatie te onderstrepen. Bij een blauwe reiger is iedere twijfel over de juiste soort identificatie voorwaardig. Maar de foto toonde iets anders. De reiger stond voor de winkelpui van een Amsterdamse snackbar. En bestudeerde, althans zo leek het, de daarop aangebrachte menukaart. Dat is toch wel bijzonder. Wat doet zo'n beest daar in die buurt? Waarom staat hij niet naar behoren en conform de voorschriften uit het handboek Reiger langs een boerensloot om vorentjes en kikkers te vangen? Het antwoord is simpel. De reiger heeft het urbane milieu ontdekt. Het stikt in Amsterdam van de reigers. En trouwens ook van de duiven, de meeuwen, de halsbandparkieten, gierzwaluwen, nijlganzen, sperwers en af en toe een slechtvalk. Het lijkt warempel wel een natuurgebied. Ik kan u verklappen, het is een natuurgebied. Het Arctische noorden van Canada is ook een natuurgebied. Daar leven poolvossen en ijsbeer en zeehonden.
Maar geen giraffen, olifanten en apen. Die soorten houden niet van sneeuw en koude. In de oerwouden van Brazilië leven papegaaien, aapjes en toekans. Maar geen pinguïns, zeerobben en przewalski-paarden. Die houden we niet van oerwoud. In ons eigen groene hart leven kievieten, zwanen en hopelijk nog een paar gutto's. Maar er zijn veel meer soorten die er niet leven dan wel. En dat geldt voor ieder ecosysteem. Zelfs voor de mondiale biodiversiteits-hotspots. Iedere omgeving is geschikt voor dieren en planten. En tegelijkertijd ongeschikt voor nog veel meer soorten. Wat dat betreft is er geen verschil tussen Groenland, een koraalrif of de Veluwe. Maar de stad dan? Ja, maar, zult u roepen, die stad is door mensen gemaakt en het koraalrif niet. Dat klopt natuurlijk. Maar je kunt je afvragen of een willekeurige dier- of plantensoort dat onderscheid ook maakt. Ik waag dat te betwijfelen. Ik denk, sterker nog, ik beweer zonder tegenbericht zeker te weten dat het een koolmees een volstrekte worst zal zijn of hij of zij het nestje maakt in een boomholte in een ongerept loofwoud of in een nestkastje op een balkon in de Watergraafsmeer. En dat het een muurvarentje geen ene zak uitmaakt of hij is ontkiemd op een rotswandje in de Waalse Ardennen of de Beierse Alpen of op een kademuur in de binnenstad van Haarlem. Een rotswand is een rotswand, geen gezeur daarover. Iedere willekeurige habitat wordt door diverse soorten als een geschikte leefomgeving herkend en dan kunnen die soorten zich er ook daadwerkelijk vestigen. En zo niet, dan niet, tant pis, heel simpel. En laten we eerlijk zijn, ook de veel geprezen Oostvaardersplassen, de paars bloeiende heidevelden in Drenthe en het Gooi en al die weilanden met grutto's en kievieten zijn ook gewoon door de mens gemaakt. Net als het Leidseplein en het Vondelpark. Kortom, kleur de plaatjes en zoek de verschillen. Ik zie ze niet. Dank u wel. Dankjewel Jelle. Dames en heren, dit was het voor maart. In april zijn we natuurlijk weer terug. 18 april. Dan gaan we het hebben over geluk. Geluk, jawel. Met Maaike Bartels bijvoorbeeld. Genetica en Ruud Veenhoven, een geluksprofessor uit Rotterdam. Hoe meet je geluk? Is geluk maakbaar? Is het erfelijk? Is het misschien wel zwaar overschat? We gaan het zien in april. Ik hoop u dan ook te zien. Tot ziens, dankjewel.